Vergadering aan de orde is het debat over het rapport over de fraudesignaleringsvoorziening van de Belastingdienst. Ik heet de staatssecretaris van Financiën van harte welkom, de woordvoerders in de zaal, de mensen op de publieke tribune en de mensen die op een andere manier dit debat volgen. En ik geef als eerste het woord aan de heer Omtzigt. Hij is tevens de aanvrager van dit debat. Dank u wel, voorzitter. We spreken vandaag over een dieptepunt in de rechtsstaat in Nederland. De Belastingdienst heeft jarenlang tienduizenden, honderdduizenden burgers en bedrijven op zwarte lijsten geplaatst. De burgers mochten niet weten waarom ze erop stonden. En ze hadden daar zware rechtsgevolgen van. Duizenden mensen konden niet in de schuldhulpverlening en hebben jarenlang een bestaan in de marge geleefd, niet wetend waarom dat gebeurd is. En ruim 2,5 jaar na het uitschakelen zijn die honderdduizenden mensen nog niet geïnformeerd. Wanneer worden de bedrijven geïnformeerd? Er zijn nog geen excuses aangeboden, de kosten van de hersteloperaties zijn niet bekend en is nog niet bekend met wie de gegevens uit FSV zijn gedeeld. Er wordt nog onderzocht welke specifieke groepen zijn gediscrimineerd en er zijn geen herstelmaatregelen genomen. De voorgestelde tegemoetkomingsregelingen omvatten niet meer dan waar de betrokkenen op grond van de wet en rechtspraak al recht op zouden hebben. Er wordt geen aandacht besteed aan herstel van de mogelijk ingrijpende gevolgen van het onterecht als verdachte van fraude te zijn aangemerkt. Bijvoorbeeld door rectificatie of hulp bij contacten met organisaties zoals de gemeente of het UWV. Wel is er 2,5 jaar hard gewerkt aan een vervangend systeem voor FSV. En de autoriteit persoonsgegevens heeft het keihard afgeschoten. Er wordt niet eens voldaan aan de meest basale regels voor privacybescherming. Daar was wel geld voor. Daar was wel tijd voor. Bovendien schrijft de staatssecretaris tussen neus en lippen door dat de Belastingdienst door middel van risicoprofielen onderscheid tussen groepen burgers zal blijven maken. Het risico op discriminatie blijft levensgroot aanwezig. En doordat de risicoprofielen geheim worden gehouden, kunnen we niet controleren. Hoe gaan we dat wel controleerbaar maken? De Belastingdienst lijkt weinig geleerd te hebben van het toeslagenschandaal en de wil tot veranderingen blijkt niet uit de feiten. Daarom, voorzitter, zou ik graag een tijdlijn willen hebben. Ik heb ondertussen 5 dikke multimappen, maar geen overzicht wat er wanneer gebeurd is. Elke keer moet ik door 1000 pagina's heen spitten om het volgende draadje te vinden. 2. Hoe kan een tegemoetkomingsregeling worden voorgesteld als niet eens bekend is met welke organisaties de gegevens uit FSV gedeeld zijn en welke geregistreerden dit betreft? Kan de regering dus ook zorgen dat de FSV, de deling daarvan, is niet beperkt tot functionele groep mailboxen? PwC heeft namelijk ook gezien dat het in zakelijke e-mailboxen van medewerkers geïdentificeerd zijn, zelfs privé e-mailboxen. Waar is het nog meer gedeeld? En hoe gaan we uitzoeken dat het daar uitgehaald wordt? En hoe wordt het dan meegedeeld? Vanavond kunt u naar RTL kijken en dan ziet u een ondernemer die er totaal door vernield is, omdat het met iedereen gedeeld is. Hoe gaat de regering de nadelige gevolgen van het delen van informatie over onterecht en FSV geregistreerden met andere organisaties daarna herstellen? UWV, gemeentes, misschien de rechterlijke macht, want ook het ministerie van Justitie kreeg gegevens. Dan word je ongemerkt aangemerkt als fraudeur, terwijl je niet bent bij het ministerie van Justitie. Had het te maken met uithuisplaatsingen? De staatssecretaris stelt, door middel van risicoprofielen kan onderscheid worden gemaakt tussen groepen burgers om te bepalen waar extra toezicht nodig is. Hoe wordt voorkomen dat het onderscheid toch discriminatoire elementen bevat en door wie wordt hier toezicht opgehouden? En hoe kan het, voorzitter, dat de Belastingdienst nog niet heeft kunnen vaststellen dat de handleiding aan de poort, dus waar dit allemaal gebruikt werd, door het management zijn vastgesteld of goedgekeurd? Dus alle miljoenen aanslagen die worden behandeld en niemand weet waar de regels vandaan komen om te behandelen en te discrimineren. Dan wil ik graag een garantie dat er niets vernietigd wordt en dat dossiers benaderbaar zijn. En kan, tot slot, voorzitter, de staatssecretaris de correspondentie met de autoriteit persoonsgegevens over TSV, dat nieuwe systeem, met de Kamer delen?
Want uit het advies van de AAP blijkt dat de aanbevelingen van de functionaris gegevensbescherming van de Belastingdienst met betrekking tot FSV niet zijn overgenomen. Welke aanbeveling betrof dit en waarom zijn die niet opgevolgd? Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Omtzigt. En er is een interruptie van de heer Itzinga, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. En dank de heer Omtzigt voor zijn bijdrage. En de heer Omtzigt en ik zijn het eens, hè, wat er in het verleden gebeurd is met FSV, dat is verschrikkelijk. Maar nu ook even die blik naar de toekomst. En meneer Omtzigt die gaf in de kantlijn van zijn verhaal, gaf hij al aan, naar de toekomst toe is de staatssecretaris ook voornemens, hè, om een bepaalde manier van risicoprofilering te gaan doen. Dat is denk ik ook nodig, hè, want het gaat om 12 miljoen IB-aangiftes per jaar. Dus daar zul je wel iets van controle op moeten doen. Is meneer Omtzigt dat met me eens? En onder welke voorwaarden en op welke manier ziet hij die controle dan voor zich? Meneer Omtzigt. Voorzitter, de controle kan gewoon plaatsvinden zoals we in Nederland al honderden jaren gegevens controleren. Een geoefend belastinginspecteur kijkt of de gegevens kloppen en je houdt niet stiekem een lijst bij waar mensen niet weten dat ze als fraudeur bestempeld worden. Dat is onmogelijk. En het is heel wel mogelijk om je aan de wet te houden en toch gewoon controles uit te voeren. Daar hoef je niet te registreren of er een anonieme melding bij misdaad anoniem tegen je is binnengekomen om je dan als fraudeur te bestempelen. Daar hoef je niet te vermelden of je een dubbele nationaliteit hebt en op basis daarvan extra controles uit te voeren. Dat is niet de grond waarop je onderscheid mag maken. Dus een belastingdienst kan bijzonder goed toezicht houden. En daarvoor zijn die inspecteurs ook. Dank u wel. De heer Itzinga. Ja, dan denk ik dat we de heer Omtzigt en ik het eens zijn. Want ik denk, en volgens mij geeft hij dat ook aan, ik denk wel dat het belangrijk is, ook naar de toekomst toe, hè, dat er wel op een of andere manier een vorm van controle mogelijk moet zijn. Maar dan inderdaad, en dan ben ik met de heer Omtzigt eens, en ik leid het zijn verhaal af dat hij het ook met mij eens is, dat moet dan wel gebeuren op criteria die relevant zijn voor de belastingheffing. Ja, Omtzigt. Ja, het moet altijd gebeuren en er moeten ook speciale teams voor zijn. En als er indicaties zijn dat er met iets gefraudeerd wordt, moet er extra toezicht op gehouden worden. Maar dat alles, en ik heb het woord nog niet genoemd, kan zonder institutioneel racisme. Het feit dat de Belastingdienst dat heeft moeten toegeven, dat bij de controle er sprake is geweest van institutioneel racisme, zonder dat er overigens iemand racistisch is geweest. Ik snap de zin niet helemaal die ik uitspreek, maar ik zeg toch maar even hoe het in de stukken staat. Hoe kun je institutioneel racistisch zijn zonder dat iemand dat doet? Ja, ik vind het interessant. Dus ja, er is geen blokkade van controle van belastingplichtigen. Geen enkele blokkade van controle van belastingplichtigen. Maar gewoon op basis van fiscale feiten, van aangiftes. En inderdaad, dat kan zijn dat er een te hoge aftrekpost ergens staat. Dat kan. Dan controleer je hem. Dank u wel, meneer Omtzigt. Dan geeft het woord aan de heer Azarkan van Denk. En mevrouw Kreuger heeft aangegeven dat zij als laatste zal spreken. Het woord staat de heer Azarkan van Denk. Discriminatie, racisme, zwarte lijsten, het vernederen en kapotmaken van mensen onder het mom van fraudebestrijding, die zich daar niet tegen kunnen verweren, die soms niet eens weten dat ze op die lijst staan. Voorzitter, wat er dan gebeurt als je daarachter komt, dat doet iets met je als mens. Het feit dat je op een lijst staat terwijl je een keurige Nederlander bent, die netjes zijn belasting betaalt, bijdraagt aan de opvoeding van zijn kinderen, af en toe voorleest op school, en dat het dan toch nog aan iemand gegeven is om je op een zwarte lijst te zetten. Of dat je als ondernemer na jaren geleden te zijn gevlucht voor onrecht en voor gevaar hier een onderneming opzet. Dat je inderdaad jezelf verheft
En volgens erachter komt dat er om je heen via allerlei instanties op je gejaagd wordt. Onder het mom en als basis zwarte lijsten van de Belastingdienst. Een onzichtbare kracht die tegen je vecht. Ik ken mensen wiens leven overhoop is gegooid omdat een van hun op de zwarte lijst stond. Ik ken mensen wiens onderneming is kapot gemaakt. Voorzitter, die mensen konden zich niet verweren. Niet tegen die almachtige overheid. Maar ik vraag me oprecht af hoe het toch komt dat we in de laatste jaren zien dat die overheid burgers wil vernederen. Dat er geen rekening wordt gehouden met de grondrechten van die burgers. We zagen bij de totstandkoming van de FSV, er zat niemand aan tafel die de grondrechten van burgers meewoog. Die naar privacy-aspecten keek. Die zat niet aan tafel. En vind je het dan gek dat jaren blijkt dat de grootste schending in de geschiedenis gebeurd is op dit dossier? De autoriteit persoonsgegevens geeft aan dat dit de moeder is der schendingen van privacy. Miljoenen boetes. Het kan die gedupeerden niet zo heel veel schelen, want het lijkt allemaal broekzak, vestzak. Maar het feit dat hier, en we zeggen altijd hier in Nederland, we zeggen altijd dat is on-Nederlands. En ik begin er een beetje aan te twijfelen of dat on-Nederlands is. En ik weet het, we hebben soms de neiging om ons moreel superieur te achten. Maar het gebeurt gewoon hier en het gebeurt al jaren. Mensen selecteren op voorkomen. En ik snap dat niet, voorzitter. Ik snap niet hoe dat nou in zijn werk ging. Dat blijkt ook niet uit die 5 onderzoeken, want we hadden er 5 nodig. De constatering van zwarte lijsten was zo pijnlijk dat we jaren aan de slag zijn gegaan met extern onderzoek om dat een beetje te duiden. Zwarte lijsten met 270.000 mensen erop, die daar veelal niks van wisten. Waar 5.000 mensen bij konden, naar hartelust. En wat had je misdaan? Ja, u zag eruit als een fraudeur. U had het voorkomen van een fraudeur. En de ene keer was dat omdat je een migratieachtergrond had en misschien een hoofddoek, een baard. Het gebeurde gewoon. De overheid, voorzitter, dat hoort je bondgenoot te zijn. En niet degene te zijn die jou achter je rug gewoon kapot maakt. Het vorige kabinet is afgetreden op ongekend onrecht, voorzitter. Maar wanneer houdt het eens op? En hoeveel zwarte lijsten zijn er nog? Er worden verschillende getallen genoemd, voorzitter. Ik zou graag van de staatssecretaris weten of die nu ook onderzoek heeft gedaan of er nog binnen de overheid op andere plekken ook nog van dit soort lijsten circuleren. En de staatssecretaris, ik heb hem zien worstelen. Ik heb hem zien worstelen met het idee van institutioneel racisme toegeven. En eerst ja, was het er half of hij gaf aan van ja, het is er wel, maar het is ook weer niet door mensen gedaan. Er is institutioneel racisme. Voorzitter, instituties zijn niet degene, tot slot, die discrimineren. Dat doen gewoon mensen. Mensen maken dat onderscheid. En toch even naar de heer Itzinga. Als er een selectie werd gemaakt op fiscale criteria, dan was er nog een ambtenaar die naar die lijst keek en zei, nou, deze wel, deze niet, deze wel en deze niet. En het feit dat mensen dat maken, dat er inderdaad institutioneel racisme is erkend, dat maakt het zo pijnlijk. En ik vraag de staatssecretaris om dat niet alleen per brief, maar ook hier vanavond te doen. Excuses aan te bieden en alle slachtoffers ruimhartig te compenseren. Dank u wel. Dank u wel, meneer Asserkan. En dan geef ik het woord aan de heer Alkaya van de SP. Voorzitter, honderdduizenden Nederlanders stonden op een zwarte lijst van de Belastingdienst. En niet omdat ze iets hadden misdaan, maar omdat ze een bepaalde afkomst hebben, of een bepaald geloof, of een te laag inkomen. En nooit had ik gedacht dat zoiets in ons land, in mijn land, mogelijk zou zijn. Maar helaas, bij de Belastingdienst was sprake van institutioneel racisme en discriminatie op basis van inkomen. Ben je rijk en ben je wit, dan kwam je niet op deze lijst terecht. Want dan heb je een beleggings-BV en dan heet dat geen fraude, maar belastingplanning. En dat mag van de wet. Heb je een laag of middeninkomen en heb je een kleurtje, dan kon je dus extra in de gaten gehouden worden. Zo laag
was en is eigenlijk de belangrijkste overheidsorganisatie gezakt onder leiding van rechts. Institutioneel racisme, dat is een pijnlijke constatering. En zeker dus voor de politici en de politieke partijen die hiervoor verantwoordelijk waren en zijn. Want zonder dat de politieke top hier impliciet of expliciet goedkeuring aan heeft gegeven, kon zo'n schandaal natuurlijk nooit ontstaan. En toch heb ik niet het gevoel, voorzitter, dat de elite ook maar een dag minder heeft geslapen door dit schandaal. Maar dat kan aan mij liggen. De boete van 3,7 miljoen die is opgelegd door de autoriteit persoonsgegevens heeft natuurlijk ook niemand persoonlijk betaald. Als die boete al uit iemands zakken is gegaan, dan is dat uit de zakken van de samenleving geweest. En nu het allemaal aan het licht is gebracht, moet het overgrote deel van de slachtoffers zelf bewijzen dat ze schade hebben geleden om tegemoetkoming te krijgen. Maar zij wisten jarenlang helemaal niet eens af van het bestaan van die zwarte lijsten. Sommigen hadden een vermoeden, maar pas na een motie van de SP zijn zij daarover geïnformeerd. En zij weten nog steeds niet precies wat de gevolgen precies zijn geweest. Met welke organisaties hun gegevens zijn gedeeld. Met welke organisaties is gedeeld dat zij dus volgens de Belastingdienst een fraudeur zouden zijn. En honderden gevallen is informatie uit FSW aangetroffen in andere overheidssystemen. Het gaat om duizenden mensen. En de staatssecretaris zegt dat de vraag in welke systemen zich nu nog informatie bevindt die afkomstig is uit FSW niet met zekerheid te beantwoorden is. Is een hypotheekaanvraag door de bank misschien daardoor geweigerd? Of een aanvraag voor een uitkering bij de gemeente? Niemand kan dat met zekerheid nu zeggen. En daarom heb ik de volgende vraag aan de staatssecretaris. Hoe moeten mensen er nu achter komen met welke organisaties precies is gedeeld dat zij in FSV stonden en dat zij dus volgens de Belastingdienst wel eens een fraudeur zouden kunnen zijn? En hoe zouden zij vervolgens moeten bewijzen dat zij wel degelijk schade daardoor hebben geleden? Materieel, maar ook immaterieel. De staatssecretaris geeft aan dat hij iedereen die in FSV stond een brief zal sturen met excuses. En dat is goed, maar is hij ook bereid informatie mee te sturen over de tegemoetkomingsregeling en eventuele juridische bijstand die slachtoffers zouden kunnen krijgen? En wat men dus zelf zou kunnen doen om te bewijzen dat men wel degelijk schade heeft geleden, al is het niet direct vanwege een correctie door de Belastingdienst zelf. Zeker bij de 40.000 mensen, waarbij het volgens de staatssecretaris nog onduidelijk is wat het effect van hun registratie en zwartmaking is geweest, kan dit belangrijk zijn om toch tegemoetkoming te ontvangen. 40.000 mensen, dat is niet weinig, voorzitter. Tot slot, FSV is nu uitgeschakeld, gelukkig, maar kan de staatssecretaris garanderen dat niets vernietigd wordt? Dus geen enkel document, bestand of systeem dat direct of indirect gerelateerd is aan FSV, zodat het verder onderzoek naar dit schandaal ook in de toekomst mogelijk blijft. Dank u wel. Dank u wel, meneer Alkaya. En dan gaan we luisteren naar mevrouw Inge van Dijk, CDA. Voorzitter, 89% van de Nederlanders vindt fraude bij de Belastingdienst onaanvaardbaar, laat onderzoek zien. Niet optreden tegen fraude heeft direct gevolgen voor de belastingmoraal. Waarom zou je als hardwerkende inwoner braaf aangifte doen, zeker als je met de huidige enorme inflatie amper rond kan komen, als aan de andere kant fraude niet aangepakt wordt? Maar, voorzitter, zwarte lijsten omdat mensen een andere nationaliteit hebben of een gift hebben gedaan aan een moskee, daderprofielen met daarin opgenomen, vaak van buitenlandse afkomst, handleidingen bij de Belastingdienst waaruit blijkt dat nationaliteit en leeftijd een rol spelen, ik heb er geen goed woord voor over. En het is duidelijk dat bij FSV door de jaren heen hele grote fouten zijn gemaakt. En wat ik niet genoeg kan benadrukken is dat deze fouten het leven van mensen raken. Je wordt veroordeeld door de overheid, die zegt dat ze betrouwbaar wil zijn, maar vervolgens merken ze je aan als fraudeur zonder dat je het zelf wist en zonder dat je er zelf iets aan kon doen. En daar mogen we niet lichtvaardig mee omgaan. En voorzitter, dit dossier speelt er weer ruim 2 jaar. En in die tijd hebben talloze onderzoeken plaatsgevonden. Wie stond er in dit systeem? Hoe kwamen mensen erin? Welke gevolgen heeft een registratie gehad? Met wie zijn gegevens gedeeld? En al deze onderzoeken hebben heel veel nuttige informatie opgeleverd. Maar helaas is er ook nog steeds veel onduidelijk. En de staatssecretaris schrijft dat hij nog veel verder wil uitzoeken. En dat willen wij ook. Maar het systeem ging over zoveel mensen, zoveel jaren en zoveel onderdelen van de Belastingdienst en andere organisaties, dat ik wel een beetje bang ben dat het onmogelijk is om alles op tafel te krijgen. En wat is dan de juiste weg? We moeten ook aan de slag met herstel.
En hoe wil de staatssecretaris de balans houden tussen verleden, heden en toekomst? En welke keuzes gaat hij hierin maken? En de staatssecretaris noemde zijn brief over de vormgeving van de tegemoetkoming 6 bouwstenen. Erkenning, participatie, begrijpelijkheid, openbaarheid, onafhankelijkheid en voortvarendheid. En ik hecht er veel waarde aan in de uiteindelijke voorstellen deze bouwstenen heel nadrukkelijk terug te zien. En ik zou graag nu al iets horen over vormgeving in relatie tot participatie en onafhankelijkheid. Voorzitter, ik heb ook nog een paar technische vragen. Met betrekking tot doelgroep 1. Krijgen deze mensen naast een eventuele correctie op de aangifte ook een immateriële schadevergoeding? En dan doelgroep 3. Van deze groep weten we het meest duidelijk om wie het gaat en dat zij financieel nadeel hebben ondervonden. Het lijkt me dan ook noodzakelijk dat deze groep mensen als eerste recht wordt gedaan. En is de staatssecretaris het hiermee eens en wat is dan de planning? En doelgroep 4. Opvallend is dat in de brief van de staatssecretaris bij deze doelgroep niet wordt ingegaan op de juridische aspecten. Is alleen, sorry zeggen, juridisch houdbaar? Is hier ook advies van de landsadvocaat gevraagd en bestaat er een risico op bijvoorbeeld massaclaims? En hoe staat het met het informeren van mensen dat zij in FSV stonden en met het informeren van mensen over de reden van hun registratie? En voorzitter, ik vind het heel belangrijk dat het voor mensen helder en eenvoudig is om zich te melden als zij zich gedupeerd voelen. En ik ben daarom blij dat er al enige tijd zowel telefonisch als online een meldpunt is. En kan de staatssecretaris aangeven hoeveel mensen zich al hebben gemeld? En is het aantal aanmeldingen naar verwachting hoger of lager? En dat laatste zou een bevestiging van mijn gevoel zijn. Want als mijn privacy wordt geschonden, denk ik misschien wel 2 keer na om het bij dezelfde organisatie vervolgens weer te melden. Is er volgens de staatssecretaris in dat geval een onafhankelijk meldpunt nodig? En krijgt iedereen die zich meldt een reactie en op welke termijn? En hoe onderzoekt de Belastingdienst de meldingen en hoe wordt het richting de melder onderbouwd? En voorzitter, ik begon mijn betoog over de belastingmoraal en het aanpakken van fraude. En het mag duidelijk zijn dat wat er met FSV gebeurd is, nooit meer mag gebeuren. En daarom is het goed om te luisteren naar de AP, die zegt dat de tijdelijke signaleringsvoorziening nog onvoldoende waarborgen bevat. Maar het niet aanpakken van fraude doet ook iets met het vertrouwen van onze inwoners. En hoe wil de staatssecretaris met de huidige risico's omgaan? Dank u wel. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan de heer Romke de Jong, D66. Ja, voorzitter. En vandaag mag ik dat ook mede namens mijn collega van de ChristenUnie doen. Voorzitter, ik heb met verbazing stukken gelezen die de basis vormen voor dit debat. Dat de fraudejacht op hol was geslagen, was al langere tijd helder. Maar het blijft verrassen als je het zo concreet tegenkomt. Een algoritme dat selecteert op xenofobe data, zoals leeftijd BSN. Oftewel, hoe lang je al in Nederland geregistreerd bent. Of extra aandacht voor mensen die een donatie hebben gemaakt aan een moskee. En ik vind het dan ook onbestaanbaar dat hier niet alle alarmbellen zijn gaan rinkelen binnen de dienst. De overheid moet voorzichtig omgaan met haar ongelooflijk machtige kennispositie ten opzichte van de burgers. Het recht op privacy en de eigen gegevens mag niet ondergeschikt zijn aan het opsporen van fraude. En graag een reactie van de staatssecretaris over deze variabelen. En ik ben ook blij en het is goed dat de staatssecretaris dit beestje ook eindelijk bij de naam durft te noemen. Er was sprake van institutioneel racisme. We moeten hier samen lessen uittrekken voor de toekomst. En mijn vraag aan de staatssecretaris, hoe heeft de rol van de functionarissen gegevensbescherming zich sinds het begin van deze kabinetsperiode ontwikkeld? En welke voortgang heeft de staatssecretaris geboekt op het programma Herstellen, Verbeteren, Borgen sinds zijn laatste brief daarover? En hoe staat het met de opgave van de Belastingdienst om aan de AVG te voldoen? En nog 1, hoe wordt gewerkt aan de nieuwe vormgeving van toezicht en handhaving? En ik ben hier ook oprecht benieuwd naar of de staatssecretaris willekeurige selectie als optie overweegt en welke voor- en nadelen hij daarbij ziet. Dan, voorzitter, over de compensatie voor burgers die last hebben ondervonden van de zwarte lijsten. Rond de 250.000 mensen hebben te maken gehad met die FSV-registratie. Ze stonden op die zwarte lijst. Een ongelooflijk aantal. En ik ben het met de staatssecretaris eens in zijn voornemen om vooral de mensen die materiële schade hebben ondervonden aan hun registratie te compenseren. En het heeft bij mij betreft de hoogste prioriteit. En het is lelijk om groepen tegen elkaar uit te spelen,
Maar ik verwacht wel van de staatssecretaris dat hij minstens zo snel mee aan de slag gaat als bij de bezwaarmakers in box 3. En collega Azarkan diende eerder ook een motie in om zo spoedig mogelijk in 2022 te beginnen met het herstel. En daar hou ik de staatssecretaris dan ook graag aan. Dank u wel. Interruptie van de heer Alkaya, SP. Voorzitter, D66 zegt het heeft de hoogste prioriteit dat de mensen die daadwerkelijk ook materiële schade hebben geleden, dat die gecompenseerd worden of een tegemoetkoming kunnen ontvangen. Maar de rest dan? Is het schenden van de privacy en niet alleen maar onschuldige gegevens waarbij de privacy is geschonden, echt hele gevoelige persoonsgegevens zoals de nationaliteit of zoals een donatie aan een moskee, waarvoor zelfs de Belastingdienst een miljoenenboete heeft ontvangen. Is het enkele feit dat mensen daar slachtoffer van zijn geworden, dat hun privacy ernstig is geschonden, dan niet genoeg reden voor D66 om die mensen tegemoet te komen? De heer De Jong. Ja, voorzitter. De heer Alkaï geeft uiteindelijk ook al aan. Er is boetedoening gedaan. Er is een enorme boete opgelegd aan de Belastingdienst. Dat zegt wel heel veel. Dus ik ben het met de heer Alkaï eens dat het een heel zwaar vergrijp. Ik schrik er ook van. Ik stel daar ook vragen over. Dat hoort hij me ook zeggen. Maar we moeten ook heel goed kijken naar wat in de uitvoering mogelijk is. En dan tel ik op dat materiële schade, wij ook heel graag willen dat het zo snel mogelijk gecompenseerd wordt. En dat we voor immateriële schade op dit ogenblik toch nog te weinig informatie hebben om daarover te kunnen oordelen. De heer Alkaya. Voorzitter, wat heeft iemand die op zo'n zwarte lijst heeft gestaan aan die miljoenenboete die aan de Belastingdienst is opgelegd? De heer De Jong. Ja, voorzitter, ik snap heel goed waar de heer Alkaï heen wil. En ik durf ook hier te zeggen, ik hoor heel goed, maar ik zeg ook hetzelfde. Wij schrikken er net zo van als u. Alleen waar u naartoe wil, immateriële schadevergoeding, lijkt mij verschrikkelijk lastig om uit te voeren. Dus ik begeleid die vraag ook graag door naar de staatssecretaris. Om dit ogenblik, dat zei ik net ook, willen we graag zo snel mogelijk aan de slag met de schadevergoedingen, zoals ook in de motie Azarkan zijn benoemd. Tot slot de heer Alkaï. Tot slot, en voorzitter, ik mag concluderen dat D66 in ieder geval open staat voor een verbreding in ieder geval van die tegemoetkomingsregeling. En dat zou ik toejuichen. Wat ik aan de staatssecretaris dan zou willen vragen, op basis van dit interruptiegesprek, is hoe bewijs je dat? En ook aan de heer Romke de Jong, hoe zou je dat ooit moeten bewijzen? Hoe zouden we redelijkerwijs die last bij mensen zelf kunnen neerleggen om te bewijzen dat zij immateriële schade hebben ondervonden? Dat is toch een onredelijke eis? De heer De Jong. Ja, voorzitter, ik geef heel duidelijk aan dat ik vind dat op dit ogenblik we zo snel mogelijk werk moeten maken van de materiële schade en daar de compensatie in. Aan de andere kant wens ik ook de Kamer wel een spiegel voor te houden, is dat we hier nog een complete parlementaire enquête over gaan hebben. Dus het is nog wel iets wat uw Kamer ook met ons allen heeft aangevraagd, waar we ook kijken naar de breed mogelijke zaken die spelen hier in deze fraudesignalering. En ik wens daar ook in ieder geval niet op vooruit te lopen. U vervolgt uw betoog. Voorzitter. Ik wil vanuit hier tegen iedereen die geschrokken is dat ze op een zwarte lijst hebben gestaan bij de Belastingdienst zeggen dat ik wel met ze meevoel. En dat ik vanuit mijn positie er ook alles aan zal doen om dit in de toekomst te voorkomen. We hebben als Kamer hier ook al ons hoogste voor ingeschakeld, wat ik net ook al zei in het interruptiedebat met de heer Alkaya, de parlementaire enquêtecommissie naar fraudebeleid en dienstverlening. Die is ondertussen gestart. En dan echt tot slot, voorzitter. Ik lees in de beslissnota's dat de afstemming met andere departementen voor bestuurlijke vertraging van het tegemoetkomingsbeleid zorgt. En welke departementen zijn hier dan betrokken? En vanuit welke rol? En over de Kamerbrief die nu voorligt wordt gezegd dat op aangeven van de ministeries van Justitie en van Algemene Zaken diverse wijzigingen zijn doorgevoerd. En wat zijn deze wijzigingen dan? En kan de staatssecretaris daar een uitputtend overzicht van geven? En vanuit welke rol hebben deze departementen zich met tegemoetkoming bemoeid? Dank u wel. Dank u wel, meneer De Jong. En dan geef ik het woord aan de heer Itzinga. Voorzitter, dank u wel. De conclusies naar aanleiding van de onderzoeken naar de fraudesignaleringsvoorziening, FSV, zoals die tot begin 2020 bestond, zijn schokkend. Uit die onderzoeken blijkt dat vele in FSV opgenomen burgers onterechte en nadelige gevolgen van de registratie hebben ondervonden. Ten onrechte zijn mensen bijvoorbeeld niet toegelaten tot betalingsregelingen of schuldsanering, is hun privacy geschonden. Zijn zij ten onrechte en te lang in administratieve molens terechtgekomen en hebben onterecht het stempel van fraudeur gekregen. Ook werd de Kamer geïnformeerd over de zeer pijnlijke conclusie
dat meerdere bevindingen en voorbeelden die de onderzoekers hebben beschreven onder de omschrijving van institutioneel racisme vallen. Dit is zeer ernstig en onacceptabel. Het is dus van groot belang dat we vandaag expliciet erkennen en benoemen dat dit niet had mogen gebeuren. Dat gedupeerden recht moet worden gedaan en dat we alles op alles moeten zetten om in de toekomst herhaling te voorkomen. Voorzitter, de VVD-fractie kan zich vinden in de ruwe denkrichtingen van de staatssecretaris ten aanzien van het tegemoetkomingsbeleid en kijkt uit naar de verdere uitwerking, want het is nog allemaal wel vrij algemeen. Wel maakt mijn fractie zich alvast zorgen over de uitvoering. Deze zal opnieuw het uiterste van de dienst vragen. Ik zeg niet dat we het niet moeten doen, we moeten het zeker doen, maar ik maak me zorgen over de uitvoering. Hoe wordt voorkomen dat de Belastingdienst, die zo belangrijk is voor ons allemaal, voor ons land, door haar hoeven zakt? Mede vanwege reeds bestaande personeelstekorten en krakende ICT-systemen. In navolging van de vraag van de heer Omtzigt vraag ik ook de staatssecretaris specifiek om snel inzichtelijk te maken met wie en waarom gevoelige persoonsgegevens van mensen uit FSV zijn gedeeld met derden en wat de gevolgen daarvan zijn geweest voor die groep mensen. Voor wat betreft de toekomst, wat de VVD-fractie betreft, moet het gezamenlijke doel zijn om weer te komen tot een Belastingdienst die het vertrouwen vanuit de samenleving geniet. Waar de dienstverlening aan burgers en bedrijven voorop staat en ook nog waar mensen graag willen werken. En de heer Azarkan noemde het al, het is mensenwerk. In eerdere debatten heb ik daarbij ook met klem gevraagd voor de bedrijfscultuur en leiderschap binnen de dienst. Dat is namelijk de basis waarop ieder bouwwerk van een organisatie rust. Je kunt nog zo hard aan processen, beleid en systeem besleutelen. Als het niet werkt voor de mensen, dan slaan we de plank mis. In een gezonde organisatie bestaan duidelijke, geschreven en ongeschreven gedragsregels. Zo gaan we hier met mensen om en zo niet. Het biedt gemeenschappelijk houvast voor gewenst en ongewenst gedrag, waarop je elkaar moet kunnen aanspreken of moet durven escaleren als het nodig is. Ik vraag het kabinet nogmaals om rond het thema organisatiecultuur bij de Belastingdienst zo zwaar mogelijk in te zetten en te blijven inzetten. Is de staatssecretaris dat nog steeds met mij eens? En zo ja, wat heeft hij op dit punt al bereikt en wat gaat hij verder nog doen? Dank u wel. Dit is een interruptie van de heer Azarkan, denk ik. Ja, bent u bijna aan het einde van uw... Nog één alinea. Oh, nou, ja? Dan dank u wel, meneer Azarkan, vierde voorzitter. Voorzitter, fouten maken in de belastingaangifte, maar helaas ook fraude, is van alle tijden. Dus ook van vandaag en van morgen. Dat moeten we onder ogen durven zien. Bespreken en adresseren. Zonder dat we daarbij natuurlijk doorschieten, zoals bij FSV is gebeurd, tot in extreme zin. Ook risicoselectie blijft in sommige gevallen nodig. Waarbij uiteraard uitgesloten moet worden dat niet relevante kenmerken, dat die niet worden gebruikt in de selectie voor controle. Dus toetsing vooraf en uitlegbaarheid achteraf. Ik maak mij zorgen over signalen die mij bereiken, ook vanuit ambtenaren die ik spreek. Die zeggen tegen mij dat er momenteel relatief weinig aan controles en fraudebestrijding wordt gedaan. Mede ook omdat medewerkers van de Belastingdienst angstig en onzeker daarover zijn. Herkent de staatssecretaris dit beeld? En zo ja, hoe wil hij dit adresseren? Dank u wel. De heer Azarkan van Denk. Dank, voorzitter. Mooie bijdrage, complimenten. Ik ken de heer Itzinga als een betrokken, een serieus Kamerlid die zich dat ook echt aantrekt. Ik vroeg me wel af of de VVD in de afgelopen jaren hier andere inzichten heeft opgedaan over selectiecriteria, de wijze hoe je fraude moet bestrijden en welke criteria je daarvoor gebruikt. Heer Itzinga. Ja, kijk, fraudebestrijding is natuurlijk, ik zei het net ook al in mijn bijdrage, fraudebestrijding moet je altijd doen. Hè? Dat moesten we vroeger doen, dat moeten we vandaag doen en dat moeten we ook morgen blijven doen. Alleen die criteria die daarvoor gelden, die moeten wel kloppen. Die moeten uitlegbaar zijn. En
Ja, in alle eerlijkheid, ik heb geen aanwijzingen dat de VVD daar in het verleden anders over dacht dan dat we daar tegenwoordig over denken. Ik ben van mening, maar goed, ik ben ook nog maar kort Kamerlid, hè, dat zeg ik er dan meteen bij. Ik ben van mening dat als we controleren, dat we dat moeten doen op basis van criteria. Meneer Omtzigt, die zei het net ook al heel terecht, op basis van criteria die relevant zijn. En meneer Azarkan, afkomst, jong of oud, of de kleur die je hebt, de huidskleur die je hebt, dat zijn voor de belastingheffing geen relevante criteria. Dus die mogen niet gelden. Vroeger niet, vandaag niet en morgen niet. Heer Azarkan. Nou ja, ik wil de heer Itzinga eraan herinneren dat een van zijn illustere voorgangers op enig moment als staatssecretaris opriep om Somaliërs massaal te controleren. Daar is hij door de rechter op teruggefloten, dat mocht niet. Die is inmiddels minister-president van Nederland. Maar dat was wel de lijn van de VVD. En ik zou dat gewoon een klip en klaar gewoon willen horen, dat nationaliteit, net zoals voorkomen, geboorteplaats, dat dat niet een criterium kan zijn om mensen te onderwerpen aan fraudebestrijding. Als de heer Itzinga dat hier klip en klaar kan aangeven, voorzitter, dan ben ik snel blij. Heer Itzinga. Maar ik wil tegen de heer Azarkan zeggen, nationaliteit, ja, nee, niet de nationaliteit, maar de nationaliteit kan in sommige gevallen voor de belastingheffing best wel relevant zijn. He, als je bijvoorbeeld een regeling hebt voor mensen die hier vanuit het buitenland tijdelijk komen werken, he, dan kan het van relevantie zijn om te weten dat die mensen geen Nederlandse nationaliteit hebben. Dus in sommige gevallen, daar moeten we denk ik best wel heel erg mee uitkijken, dat we niet al te generalistisch daar allemaal dingen over zeggen. In principe discrimineert in beginsel nooit. Maar sommige criteria die onderscheidend zijn, als daar een rechtvaardigheidsgrondslag voor is, bijvoorbeeld die regeling die ik net noemde voor buitenlandse werknemers. Ja, ik vind wel dat je dan de mogelijkheid moet hebben om als Belastingdienst daar wel op te kunnen controleren. Maar er moet wel een rechtvaardigheidsgrondslag zijn die vooraf stevig, waar vooraf stevig over na is gedacht en die achteraf heel goed uitlegbaar moet zijn. Heer Azarkan, tot slot. Ja, voorzitter, ik zei niet dat we natuurlijk bij het uitvoeren van regelingen soms moeten toetsen of mensen er recht op hebben en dat betekent dat je dan een bepaalde nationaliteit hebt. Wat ik zei is bij het bestrijden van fraude als risico-indicator dat iemand zijn nationaliteit, dat kan nooit een basis zijn. Dat is de heer Itzinga toch met mij eens. Dat je niet geselecteerd wordt omdat je voorouders uit een ander land komen. De heer Itzinga. Zoals u de vraag in enge zin stelt, ben ik het met u eens. Het is voor de fiscaliteit. Ik kan geen enkele regel in de fiscaliteit verzinnen waarbij de afkomst van je voorouders doorslaggevend zou kunnen zijn voor de uitkomst van een fiscale positie. Dus in die zin zijn we het zeker eens. Ja. De heer Alkaya, SP. Voorzitter, de vraag is dan wat volgens de heer Itzinga, volgens de VVD, grootste partij van het land, dan wel een goed criterium is en wanneer precies niet. De heer Itzinga. Een goed criterium voor de belastingheffing, dat zijn relevante parameters die voor de belastingheffing relevant zijn. Dat kan soms leeftijd zijn. Hè, er zijn bijvoorbeeld regelingen voor mensen die een bepaalde pensioenleeftijd hebben, die kunnen gebruik maken in Nederland van een verlaagd inkomstenbelastingtarief. Ja, ik denk dat je in zo'n geval leeftijd als criterium moet kunnen gebruiken. Maar waar het om gaat, en dat is ook in navolging van wat ik net zei tegen de heer Azarkan, het moeten relevante criteria zijn. Als criteria niet relevant zijn, dan hebben ze niks te zoeken in een systeem van de Belastingdienst of in een systeem van fraudebestrijding. En etniciteit, waar meneer Azarkan net ook op verwees, dat is geen relevant criterium voor de belastingheffing. Dus dan moet je wegblijven. Heer Alkaya. Voorzitter, kijk, stel dat de VVD hier een andere mening over zou hebben, dan alsnog hadden we te maken met een boete van autoriteit persoonsgegevens. En dit was gewoon fout. Het is toegegeven en dat is beboet. Dus ook al zou je de VVD zeggen van ik vind dat het wel zou kunnen, dat is niet relevant. Dat wordt aangepast. Dat alleen, niet. We vragen, of we zijn nu samen natuurlijk ook een beetje richting aan het geven aan de regering van hoe zou het in de toekomst dan wel moeten. En neem bijvoorbeeld
Bankiers, witte woorden, criminelen komen vaker voor bij dat soort organisaties dan, laten we zeggen, als je ambtenaar bent. Dus als je dan een lijst van bankiers bijhoudt en vervolgens die lijst deelt met allerlei andere organisaties, waarbij die andere organisaties er automatisch van uitgaan dat alle bankiers fraudeurs zijn, dan doe je natuurlijk die bankiers die geen fraudeurs zijn, die ben je onrecht aan het aandoen. Dus dat is bij FSV natuurlijk ook nog eens misgegaan. Dat niet alleen maar mensen extra gecontroleerd werden, maar ook onschuldige mensen die op die lijst stonden, vervolgens, ook al hadden ze hun onschuld bewezen, op die lijst bleven en het vervolgens ook nog eens gevolg had voor allerlei andere zaken. En dat mag toch nooit meer gebeuren op basis van nationaliteit, persoonsgegevens en al die andere zaken die de heer Itzinga misschien wel vindt kunnen. Nou, u zet nu het frame van iemand die bankier is. Nee, dat is geen relevant onderscheid voor de belastingheffing of iemand wel of niet bankier is. Net zo min dat het relevant onderscheid is of iemand heel rijk of heel arm is. Dat zijn geen relevante onderscheiden. Dus daar kan ik niks mee. Dus volgens mij, als ik u zo beluister, zijn we het voor een heel groot deel eens. En nee, dit had nooit mogen gebeuren. Daar zijn we het ook over eens. Tot slot, de heer Alkaia. Ja, voorzitter, het is dus belangrijk om mee te geven van hoe wordt zo'n criterium dan volgens ook nog eens gebruikt. Hè? Dus ik ben van een bepaald afkomst. Stel je voor dat inderdaad volgens Itzinga dan zou gelden van mensen van die afkomst mogen extra gecontroleerd worden. Dat mag er toch nooit toe leiden dan dat ik daar een nadeel van ondervind. Dat ik extra gecontroleerd word omdat toevallig mensen met dezelfde afkomst ook in bepaalde onderzoeken voorkomen. Je moet toch altijd uitgaan van de onschuld van mensen, zeker, tenzij hun gedrag iets anders laat zien. Dank u wel. De heer Itzinga. Zeker. Dat is een heel, ik denk dat we elkaar daar volledig in hebben gevonden in wat de heer Alkaia nu zegt. Want de VVD is ook van mening dat je beoordeelt mensen niet om wat ze zijn, maar om wat ze doen. En volgens mij zijn we het daar over eens. Dank u wel, meneer Itzinga. Dan gaan we luisteren naar de heer Nijboer, PvdA. Dank u wel, voorzitter. De Belastingdienst is misschien wel de machtigste organisatie van ons land. En als zo'n dienst zich schuldig maakt aan racisme en discriminatie, dan schieten eigenlijk woorden tekort om daar een oordeel over te geven. En de staatssecretaris heeft na wat aanvankelijke aarzelingen ook moeten concluderen en excuses moeten maken voor het gedrag van de Belastingdienst. Voorzitter, dat heeft enorme consequenties op mensenlevens gehad. Je kreeg je toeslagen niet, je kreeg voorschotten niet als je op die lijst stond. Je werd anders behandeld en dat heeft gewoon mensen de vernieling in geholpen. En ik heb drie onderwerpen die ik wil aanstippen. Het eerste is, wat is nou volgens de staatssecretaris de oorzaak geweest dat dit zover heeft kunnen komen? Ik heb hele stapels papieren gezien, maar ik zou het op prijs stellen om daar toch nog eens een keer ook in dit debat te horen. Waar komt dat nou van? Komt dat nou van die broedkamer die Wiebes destijds dacht en die al die data koppelen? Of komt het van een houding? Of komt het van cultuur? Of komt het van allemaal? Ik stel de prijs op als de staatssecretaris daar een antwoord op wil formuleren, ook in dit debat. Voorzitter, de tweede vraag is, in mijn beeld, en dat verwijt ik niet alleen de Belastingdienst, want dat is ook bij de sociale zekerheidsregelingen aan de orde en overigens ook wel mede door wetgeving ingegeven, dus het is echt niet alleen maar gedrag van de Belastingdienst, is dat er snoeihard is opgetreden tegen kleine vissen. Mensen die een fout maken soms, mensen die, het gaat natuurlijk niet als je racisme toepleegt, maar gewoon daar de focus op hebt gelegd, op al dat soort overtredingjes. En de grote vissen werd bijna de rode loper voor uitgelegd. Hè, als je nog weer een belastingontwijkingsconstructie met een ruling wou fiateren, dan kon dat geregeld worden. En die verhouding, en ook het verleggen van die verhouding bij de Belastingdienst, is de staatssecretaris daartoe bereid. Richt je op de grote misstanden en overtredingen in de samenleving. Ik ga niet al erop zoek naar mensen die een keer 50 of 100 euro te veel zouden hebben afgetrokken. En derde, voorzitter, is het dilemma wat ook het CDA, ik geloof ook de VVD, wel een beetje aanstipt. Je wil wel controleren. En ik geloof erin dat je steeksproefgewijs moet controleren. Dan heb je sowieso geen discriminatie, want dan doe je een steekproef.
Maar ik wil niet helemaal terug naar het systeem van het verleden dat je niet meer aan risicoselectie doet. Dus je wilt toch kijken waar zitten de grootste risico's waar mensen geen belasting betalen of bedrijven geen belasting betalen. En dat wel op een manier doen die verantwoord is. En dat kan best een dilemma zijn. Er werd zojuist al een beetje naar gevraagd. En ik zal de staatssecretaris oproepen om daar vooral naar mijn criterium zou zijn de grote overtredingen. De zaken waar belastingontwijking en waarop het scherp van de snede wordt geprobeerd om de wet net wel, net niet, met een pleitbaar standpunt tot de Hoge Raad volhoudend, richt het daarop. Dat zou één criterium zijn, maar dan ben je nog niet helemaal weg bij dit dilemma. Ik bedoel, dat zou te makkelijk zijn. En ik vraag de staatssecretaris daar een antwoord op te geven. Van hoe gaat hij nou om met, als je ziet dat er risico's zich voordoen bij bepaalde belastingregelingen. En de data die eruit voortkomen. Hoe gaat hij dan om met de controle? Zegt hij dan, dat leg ik naast meneer. Ik ga toch niet controleren, terwijl ik eigenlijk wel weet dat er veel zaken misgaan in de sector. Of zegt hij dan, ik ga dat dan toch doen omdat ik belastinggeld wil binnenhalen. En dat is nog niet zo'n makkelijk antwoord op te formuleren. Tenminste, ik vind dat niet. Misschien kan de staatssecretaris dat wel. Die heeft zijn hele leven aan de fiscaliteit gewijd. Maar ik denk wel dat dat ook belangrijk is als Kamer te onderkennen. Want ik wil niet af van het risicoselectie. Dat je kijkt naar waar de grootste risico's zitten. Dat je daar als Belastingdienst ook achterheen gaat. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Nijboer. En dan geef ik tot slot het woord aan mevrouw Kreuger, GroenLinks. Voorzitter, het is bijna niet te bevatten hoe een overheid door een combinatie van doorgeslagen fraudebeleid, slechte informatiehuishouding, een zeer gebrekkig besef van rechtsstatelijkheid en institutioneel racisme door de hele inkomstenkant heen de levens van duizenden en duizenden mensen kapot gemaakt heeft. En dat institutioneel racisme, het is goed dat het kabinet dat eindelijk toch langer omheen draaien heeft erkend. En het is een ongelooflijk heftige constatering. En eigenlijk de vraag waar ik het debat mee wil starten, die ook bij verschillende collega's bovenkwam, is hoe weten wij hoeveel verder dat institutioneel racisme reikt? Weten we dat? Hebben we daar een beeld van? Hoe gaan we daarmee om? Hoe kan je als kabinet dat echt aanpakken? Want het is diep doorwrongen in die Belastingdienst. Maar haast even zo groot zijn mijn zorgen over hoe het nu verder moet voor al die mensen. Want het is en blijft nog heel veel onduidelijk. En ik schrik daar echt van. We hebben allerlei verhalen van mensen die door de FSV-vermelding bij andere instanties in de keel kwamen. En andere collega's hebben daar veel voorbeelden van gegeven. Maar we hebben eigenlijk nog geen idee van hoe breed het is en hoe dit individu heeft geraakt. We hebben groepen die nog steeds niet in beeld zijn, signalen die niet meer te achterhalen zijn. En zo'n beetje alle tegemoetkomingen moeten nog uitgewerkt worden. Laat staan hoe de Belastingdienst dit qua uitvoering nog gaat doen. En ik maak me daar grote zorgen over. Ook de vragen over met wie deze lijsten qua derden nog meer zijn gedeeld. En hoe gaan we dat nou, ook die compensatie te tegemoetkomen in dit dossier voor elkaar krijgen als we nog zoveel niet weten? Ik heb er heel veel vragen over en we hebben maar beperkte tijd. Maar allereerst misschien de vraag die ook door de heer Omtzigt is gesteld over het generiek compenseren van immateriële schade. Puur het feit dat je op die lijst stond en dat de overheid dat gedaan heeft, het institutioneel racisme, gaan we daar mensen voor die immateriële schade compenseren. Dan, voorzitter, over de effecten door selectie op aangifte. Mensen moeten nu, lees ik, motiveren dat ze door discriminatie of racisme op FSV kwamen om in aanmerking te komen. Dus je moet dat zelf aantonen. En hoe doe je dat als heel veel mensen eigenlijk niet weten waarom ze op die lijst stonden? Hoe gaan we die mensen recht doen? En is dat niet eigenlijk gewoon een volstrekt omgekeerde wereld? En wordt het compensatiebedrag ook opgeplust met een toeslag voor de geleden schade? En trekken we hier dus dan één lijn met de hersteloperatie? En dan de schade als gevolg van de schending van de AVG. Want ook daar gebeurt iets bevreemdends. De landsadvocaat zegt, als medisch of strafrechtelijke informatie in FSV stond, kan je aannemen dat daar gevolgen aan zitten.
Maar de staatssecretaris zegt, ik baseer me niet op wat aannemelijk is, enkel op wat aangetoond wordt, kan worden. Dus dat is een andere lijn dan de landsadvocaat. Maar de staatssecretaris ontkent dat dan verder. Waarom, vraag ik hem? Heel graag een specifieke reactie. En eenzelfde soort inconsistentie lijkt te zitten op het punt van minderlijke schuldsanering. Sommige mensen zijn door een FSV-vermelding niet in de MSMP, de minderlijke schuldsanering natuurlijke personen, gekomen, maar in de WSMP. En dat is een strenger schuldregime. Dus mensen hebben daar materiële gevolgen van gehad. De staatssecretaris stelt voor deze mensen €500 te geven. Want dat volgt, zegt hij, uit de jurisprudentie van de Hoge Raad. Maar de jurisprudentie gaat over immateriële schade. Dat lijkt dus een onzuivere grondslag voor de tegemoetkoming. Graag reactie. Voorzitter, ik heb nog veel meer vragen, meer dan ik in deze 4 minuten heb kunnen stellen. Ik hoop dat de staatssecretaris meer duiding gaat geven en dan vragen we daarop door. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kreugen. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn aan de kant van de Kamer. De staatssecretaris heeft aangegeven ongeveer 20 minuten nodig te hebben om zich voor te bereiden. Ik schors de vergadering tot circa 8:05.
vergadering. En ik geef het woord aan de staatssecretaris voor zijn eerste termijn. Ja, dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik zou willen beginnen met eigenlijk een vraag die door de heer Nijboer is gesteld. Hij heeft gevraagd om te reflecteren wat nou de oorzaken geweest zijn, hoe het zover heeft kunnen komen. Want laat ik dat in ieder geval vaststellen. Dit is een van de twee grote dossiers die ik aantrof toen ik begon op 10 januari. En dit mag je met recht een zwarte bladzijde noemen. Ik heb daarover nagedacht. En ik zie eigenlijk drie oorzaken. Ik zie in de eerste plaats een belastingdienst die in 2001, ruim 20 jaar geleden, bij een eenheid, in dit geval Rotterdam, begint met het opstellen van een Excel-lijst. Toen leefden we nog niet in de tijd van algoritmes en risicoprofielen. En ook niet van privacywetgeving. Dat Excel dat is in de loop der tijd verder gaan ontwikkelen en steeds groter geworden. Want dat was eigenlijk bedoeld om bij de selectie van aangifte waar iets mee was. En dat is zo oud als de weg naar Kralingen. Als er opeens in het ene jaar een veel hoger inkomen wordt aangegeven dan in het andere jaar. Of er is in het ene jaar een enorme grote aftrekpost in vergelijking met het voorgaande jaar. Ook in de tijd voor de computers deed dan de inspecteur zijn werk. Zo begon dat. Ik maak een grote stap voorwaarts. Uiteindelijk is dat Excel zijn eigen leven gaan leiden. Daar was geen controle op, daar waren geen waarborgen voor. Het is een soort tweede oorzaak van niet goed doordacht qua governance. Misschien met goede bedoelingen gebeurd in 2001, maar helemaal uit de hand gelopen. En uiteindelijk leidde dat tot geïntensiveerd toezicht, persoonlijk geïnventiseerd toezicht, een databestand. En dat is uiteindelijk naar de fraudesignalering toegegaan vanaf 2014. Alleen dat woord al is verkeerd. Dat had nooit zo gekozen mogen worden. Wat bedoeld was, en daar is dus denk ik ook gewoon echt niet goed over nagedacht, dat je op basis van risico's een selectie maakt. Dus ja, dat is eigenlijk dus ook een cultuur, denk ik, waarin dat mogelijk was. Nu niet meer, maar was. Dus ja, drie oorzaken. Historisch gegroeid uit de hand gelopen. Twee, geen duidelijke waarborgen. Geen echte goede risicoselectie. En ten derde een cultuur waar dat mogelijk was. En op dat laatste kom ik straks ook nog terug. Want het gaat wel over mensen die op die lijst komen te staan. Die inderdaad van niks weten. En kijk, als zo'n selectie van de aangifte gebeurt anno 2014, 15, 16, dan gebeurt dat op eigenlijk een soort zoekopdracht die door het systeem gaat en die laat zien, hey, die aangifte wijkt af van die ander, eigenlijk niet anders dan vroeger toen er geen computers waren. Alleen dan gebeurt er iets. Dan wordt er een selectie gemaakt op fout ingevulde aangiftes. Dat kunnen verschrijvingen zijn, een punt of een komma, maar het kan ook een scan zijn van een selectie van aangiftes die bewust of onbewust niet goed ingevuld zijn. En dan, dat is een systeem die dat doet. En dan komt er iets en dat is dat er vervolgens mensen aan de poort een keuze zijn gaan maken. En dat hebben ze gedaan, nogmaals, op niet goed geformuleerd beleid, zonder vier ogen principe, zonder waarborgen.
En vaak ook met handleidingen, dat heeft PwC allemaal aangetoond, waarin ook teksten hebben gestaan die echt niet kunnen. En daar is dus heel veel ook fout gegaan. Want bij die selectie aan de poort, wat door mensen gedaan is, is er ook een keuze gemaakt om sommige aangifte, ja, ik noem maar even de terminologie, omdat dat uit de rapporten blijkt, een zogenaamde AKI 1043. Nou, dat betekent dus dat je flink tegen het licht gehouden zou worden, althans je aangifte. En dat is dan via het aanslagbelastingssysteem. En daar heeft PwC niet kunnen aantonen, het causale verband zeg maar, tussen wat in de handleiding stond. Ik geef maar een voorbeeld, aftrekbaarheid van zorgkosten. In de handleiding stond extra aandacht voor mensen met een achternaam die eindigt op is. Dat kan natuurlijk niet, dat is gewoon in strijd met hoe je fiscaal moet opereren. Want dat heeft helemaal niets te maken met fiscale verschillen. Dat is gebaseerd op een achternaam, op nationaliteit of etniciteit. Hetzelfde bij giften is dat gebeurd. Bij die poort is ook door mensen de keuze gemaakt, dit is een invulfout. Hetzelfde aanslagbelastingssysteem en dat is in de reguliere afwikkeling is dat vervolgens opgelost. Maar daar zit niet de pijn. De pijn zit in die eerste categorie. En daar heb ik zelf, zeg ik gewoon heel eerlijk tegen deze Kamer, ook een proces doorgemaakt. Want ik begrijp best degene in de Kamer die zeggen, ja, met enige aarzeling. Het was niet zozeer de aarzeling, maar vanaf 10 januari werd ik natuurlijk geconfronteerd eerst met het eerste rapport van PwC, wat voor die tijd was, toen het tweede, wat over particulieren en gegevensverstrekking ging, en toen over MKB en queries. En toen ben ik er eigenlijk ook in gaan verdiepen, omdat ik natuurlijk ook inzag dat hier iets gewoon fundamenteel niet goed gegaan was. Even los van de drie oorzaken, dan komt bij het derde, de cultuur. En persoonlijk heeft het mij in ieder geval heel erg geholpen, het visiedocument van het College voor de Rechten van de Mens. Want dat College voor de Rechten van de Mens heeft in dat visiedocument eigenlijk heel goed uiteengezet wat discriminatie is, discriminatie artikel 1 grondwet, maar natuurlijk ook kan in strijd zijn met het wetboek van strafrecht. Dat is juridisch. Daarnaast discriminatie, of anderszins moet ik zeggen, als je in strijd handelt met de algemene verordening gegevens, de privacywetgeving. Maar dat is niet voldoende. Wat het College voor de Rechten van de Mens zegt, nee, er is ook nog zoiets als institutioneel racisme. En toen ik dat voor het eerst las, dacht ik, ja, wat is dat dan? En vervolgens wordt dat heel goed uitgelegd, omdat ze eigenlijk ten aanzien van dat institutioneel racisme ook een hele duidelijke definitie geven. En die definitie die laat eigenlijk zien dat in een organisatie, dus ook een organisatie zoals de Belastingdienst, er gebruiken kunnen voortvloeien. En ik zal het citaat uit het rapport van het College voor de Rechten van de Mensen, om ook gewoon zo dicht mogelijk bij de tekst te blijven, zal ik ook citeren. Omdat ze ook zeggen, het woord institutioneel kan een bijklank hebben van geïnstitutionaliseerd, in de zin dat racisme door iets of iemand doelbewust in een organisatie of het domein is gestopt. Maar dit hoeft niet zo te zijn. Het woord institutioneel zegt eenvoudig dat racisme aanwezig is in instituties en binnen organisaties of domeinen. En in dat opzicht betekent institutioneel dat het meer gaat dan op zichzelf staande racistische of discriminerende incidenten. En dat heeft met cultuur te maken. Als je teksten in handleidingen gebruikt die niets met fiscaliteit te maken hebben, maar die te maken hebben met etniciteit, dan is dat een vorm van institutioneel racisme.
En toen ik dat las in het rapport van het College voor de Rechten van de Mens, toen dacht ik, dat is wat hier gebeurd is en dat is wat niet had gemogen. En dat is ook wat we moeten veranderen bij de Belastingdienst. En dat is door het aan te benoemen en door het aan de orde te stellen, en ik ga niet de hele brief van 30 mei die ik daarover aan de Kamer heb gestuurd, ga ik herhalen. Maar heb ik wel aansluiting gezocht bij een brief die nog door het vorige kabinet begin december aan de Kamer gestuurd is over racisme, institutioneel racisme en discriminatie door de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken. Dank u wel. Interruptie van de heer Asserkamp-Denk. Voorzitter, wat zijn dan elementen van die cultuur die dat dan verklaren? Staatssecretaris. Ja, kijk, ik denk, je moet het altijd in de context zien. Hè? Dus ik heb ook al eerder gezegd, het is niet zo dat de hele Belastingdienst institutioneel racistisch is. Nou, voorzitter, dat stel ik op prijs, daar zijn we het over eens. Maar juist bij controle en toezicht, en daar gaat het hier om, want daar is het fout gegaan, daar is dus toch sprake geweest van vooringenomenheid of vooroordelen. En als je dit soort teksten gebruikt in handleidingen, dat is even los van de vraag dat PwC niet één op één heeft kunnen aantonen. Dat als zodanig is al niet goed. En daar had, zeg ik ook, voorzitter, dat is ook in de schriftelijke vraag gesteld, daar had ook veel beter toezicht op gehouden moeten worden door degene die leiding geven aan dat soort teams. Tot op de dag van vandaag is het niet duidelijk uit managementverslagen dat, zeg maar, in die periode waar we dan over spreken, dat soort handleidingen voorgelegd zijn ter goedkeuring. Het simpele feit dat dat niet gebeurd is of niet meer aan te tonen valt, vind ik al falend leiderschap. Dat had nooit mogen gebeuren. Dat mag niet gebeuren onder jouw ogen. Dus in die zin is dat misschien een combinatie van hele slechte aansturing, niet bewust zijn van dat institutioneel racisme, maar ook niet de mensen die daar in de praktijk mee werken. Die hebben toch een beetje de vrije hand gehad. En die wil ik dus ook niet alleen maar in de hoek zetten. Het is niet goed wat er gebeurde in die teksten. Maar dat is toch ook falend leiderschap geweest. De heer Asserkan. Ja, helder, dank. Ja. De heer Asserkan vond het helder. Voorzitter, één element nog niet. Want falen betekent dat veronderstelt een soort goede intentie waar dan vervolgens in gefaald is. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het leiderschap van destijds daar bewust op aanstuurde, impliciet of expliciet dat goedkeurde, of in ieder geval een cultuur deed ontstaan waarin het vanzelfsprekend was dat dit door de beugel kon. Is de staatssecretaris ook het met mij eens dat zonder een bepaald impliciet of expliciet goedkeuren van het leiderschap van dat moment dit nooit had kunnen gebeuren? Staatssecretaris. Ja, voorzitter. Ik acht die kans gewoon niet waarschijnlijk op basis van de informatie die ik heb gekregen. Ik weet niet meer dan dat ik heb gezien uit de onderzoeken van PwC naar aanleiding van de verschillende schriftelijke vragen die hierover gesteld zijn, de antwoorden die daarop gekregen zijn. En uiteraard ook, persoonlijk heb ik daar natuurlijk ook op doorgevraagd. Mijn conclusie is, maar nogmaals, dat vind ik ook falend leiderschap. Als jij niet weet wat er onder jouw ogen gebeurt, waar jij verantwoordelijk voor bent, ja, dat stuur je niet goed aan. En uw vraag is dat bewust gebeurd? Nou, daar heb ik geen aanwijzingen voor dat dat bewust is gebeurd. Kijk even naar de heer Omtzigt. Ja, gaat u gang. Ja, voorzitter. Aan de ene kant hebben we de belastingplichtigen.
die wordt als fraudeur aangemerkt. Hem wordt niet verteld dat hij als fraudeur wordt aangemerkt. Zijn dossier wordt gedeeld, soms met het UWV, soms met de gemeente. En hem wordt niet verteld of het gedeeld wordt met de gemeente of het UWV. De burger wordt zwaar benadeeld, krijgt geen manier om zijn recht te halen. En aan de andere kant hebben we het perfecte ongeluk. Dingen gebeuren, alsof we in een soort spookhuis zitten. Er komen lijsten. Er is een broedkamer. Er is een handleiding. Ik heb dit vaker gehoord. Hè? Op een gegeven moment is er in één keer een document waarvan iedereen zegt, nee, ja, nee. Omzicht, functie elders, ja, nee, nee, nee. Heb ik niet geschreven, hoor. Iemand heeft die regel geschreven, die eindigt op IC. Iemand heeft die handleiding in gebruik genomen. Het is niet op één persoon toegepast, het is op alle Nederlandse belastingplichtigen toegepast. En ik kom dit in elk dossier tegen bij de Belastingdienst. De memo Palme. Niemand heeft hem gezien. Het toeslagenschandaal. Niemand herinnert zich wat. Naar wat voor een cultuur kijk ik nu dat dit soort dingen kunnen gebeuren en dit soort dingen niet achterhaald kunnen worden. Dat we zelfs niet kunnen achterhalen of de handleiding, dus de werkinstructie, hoe we alle belastingplichtigen behandelen. Dat is ja, bijna wettelijk. Hè? Ik bedoel, namelijk waarop controleer je? Dat niemand kan controleren hoe die tot stand gekomen is. Dank u wel, de staatssecretaris. Ja, voorzitter. Ik heb zojuist uitgelegd hoe die selectie van de aangifte op niet-fiscale aspecten is verlopen. Dus het is niet juist dat dat voor de 12 miljoen aangifte gold. Dat is één. Ik heb ook aangegeven dat die handleidingen geschreven zijn, want dat heeft PwC blootgelegd. Ik heb ook in de schriftelijke antwoorden, voorzitter, op de vragen ook van de heer Omtzigt, heb ik ook antwoord gegeven dat er met alle betrokkenen, voor zover zij bij de Belastingdienst werkt, daar ook, en het laatste gesprek is, heeft zich in augustus voorgedaan, ook mee gesproken is. Ik heb ook aangegeven dat ik dat ook, de heer Nijboer, voorzitter, vroeg mij naar drie oorzaken. Ik heb als derde die cultuur genoemd. Het enige wat ik nu kan en wil doen is dat verleden niet alleen in kaart brengen, zover als dat mogelijk gaat, maar ook daar juist die mensen waar de heer Omtzigt het over heeft, mevrouw de voorzitter, die tegemoet te komen. Daar wil ik straks op terugkomen en ik kom ook straks terug op de vraag van de gegevensverstrekking. Om vervolgens de hele grote lessons learned, dat dit nooit meer mag gebeuren, van en hoe gaan we dan het nieuwe systeem in, hoe gaan we dat invoeren? Dat is de tijdelijke voorziening, de TSV, waar inderdaad de autoriteit persoonsgegevens een zeer stevig oordeel over heeft gegeven. Maar ik heb liever dat de autoriteit persoonsgegevens dat nu doet en dat wij dus met een aangepaste vorm van risicosignalering komen die voldoet aan de wetgeving die we kennen om het leed wat in het verleden is gebeurd te voorkomen, dat niet meer zal gebeuren. En ja, daar ben ik gewoon zo voortvarend mogelijk mee aan de slag gegaan, voorzitter. Dank u wel, de heer Omtzigt. Ja, voorzitter, ik blijf zitten. Ik blijf naar een organisatie kijken, de Belastingdienst, dat iedere keer als er wat is, dan heeft niemand het gedaan. Als ik als belastingplichtige mijn belastingaangifte inlever, dan ben ik verantwoordelijk voor alles wat er staat. En ik kom echt nooit weg met te zeggen, ja, ik weet niet hoe het op papier gekomen is, hoor. Nee, geen idee. Dat kan niet. Maar bij de Belastingdienst, en straks moet de belastingplichtige bewijzen dat hij schade opgelopen heeft, terwijl hij zijn dossier niet mag zien, daar komen we zo nog op terug, dat is heel bijzonder. Maar bij de Belastingdienst zijn er handleidingen die door niemand geschreven zijn. Er zijn lijsten die door niemand zijn samengesteld. Bij de broedkamer weten we niet wat er gebeurd is. Er hebben 150 mensen gewerkt die trouwens blijkt nu voor de meerderheid extern waren bij bedrijven als Accenture die daar tientallen mensen hadden werken. Maar
Wanneer wordt er bij de Belastingdienst nu vastgelegd wie een besluit neemt? Als we dat niet gaan vastleggen, als er geen management samenvattingen komen en besluitenlijsten, dan gaan we hier nog heel veel meer ongelukken zien. Ja. Dank u. Want dat is nu wat ik nu in 10 dossiers tegengekomen ben. Constant weten we niet wie een besluit genomen heeft. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, wat het verleden betreft, we weten wel door wie die handleidingen zijn geschreven. Waar het om gaat, is dat er vanuit het management er is geen toezicht geweest. Dat is veranderd. Wij sturen aan de Kamer, was een van de vragen van de heer Omtzigt, die ga ik nu meteen beantwoorden. Hoe voorkom je nou dat dat inderdaad niet meer gebeurt? Nu, zoals we nu spreken, eind juni, dat is de bijlage van het visiedocument van het College voor de Rechten van de Mens. Daarin staat precies wat je als overheid, dus ook de Belastingdienst, wel kan doen als het gaat om risicoprofielen. Dat betekent dat de norm er altijd eentje is, dat je kijkt naar de fiscaliteit. En er zijn inderdaad rechtvaardigingsgronden mogelijk die precies in die beslisboom staan beschreven. Dat je soms ook op nationaliteit, want de huidige fiscale wetgeving heeft 63 regelingen op basis waarvan, maar dat is in de wet vastgelegd, op basis waarvan je op nationaliteit, maar dan is er een wettelijke grondslag voor. En wij gaan dat met u delen. Dus waar het om gaat, als het om het nu gaat, en dat is de terechte vraag, voorzitter, van de heer Omtzigt, en wat is er dan veranderd? Nou, dan kan wat in het verleden gebeurd is niet meer gebeuren. Daarnaast zijn er nu ook de waarborgen en de garanties het vier ogen principe wordt toegepast. En ik kom straks nog wel terug op het feit dat we natuurlijk, er wordt nog steeds gecontroleerd, maar we hebben natuurlijk nog niet het toezicht, want dat kan pas wanneer we op een wijze geregeld zoals we dat in TSV willen regelen. Wordt fraude bestreden? Ja, degelijk wordt fraude bestreden. De FIOD die kan nog steeds invallen doen waar dat noodzakelijk is. Dat dan even ook, dat was ook een van de vragen. Ja, tot slot de heer Omtzigt. Ja, voorzitter. Oké, dan gaan we het in de toekomst beter doen. Dan heb ik één vraag die ik graag wil. Als er managementbesluiten genomen worden bij de Belastingdienst, dan wil ik dat ze vastgelegd worden, dat het beleid duidelijk is, dat dingen goedgekeurd worden. En ik had hier nog moeten vragen waarom de vaktechnische leiding niet ingegrepen heeft, is die afwezig. Maar mag ik u één ding vragen om te veranderen, gewoon een toezegging. Op dit moment staat op de selectielijsten van hoe lang dingen bewaard moeten worden. Bij de Belastingdienst staan de management samenvat van de management teams, de notulen daarvan, worden 5 jaar bewaard en worden na 5 jaar vernietigd. Daar heeft de toezichthouder al een keer van gezegd, dat is wel erg kort. Mag ik de toezegging dat we daar tenminste 10 jaar van gaan maken? De staatssecretaris. Ja, voorzitter, dit is een zeer terechte vraag van de heer Omtzigt, ook in de laatste rapportage, herstel, verbeteren en borgen, hebben we niet alleen geconstateerd en laten zien wat de vorderingen zijn in de verbetering van de privacywetgeving, maar ook als het om de archiefwet gaat en het goed archiveren. Die toezegging die krijgt u van mij, want dit wat nu gebeurd is, mag nooit meer gebeuren. Maar wat hier onder meer, voorzitter, wordt aangetoond, is dat dit, en daarom ben ik bewust in 2001 begonnen, dit ontwikkelt zich over een hele lange periode. En de laatste 10 jaar, en daar kom ik straks nog wel toe op terug bij de tegemoetkoming, dan is dat heel belangrijk. Dus ja, vastlegging van die managementverslagen, ja, betere governance, ja, het toepassen, zou ik het haast willen noemen, het is een handleiding, het is een voorbeeld, maar wij hebben het overgenomen als instructie, de bijlage van het document van het College voor de Rechten van de Mens, daar waar het gaat om risicoprofielen en toezicht. Tot slot. Ja, voorzitter, ja. De toezegging die ik nog zocht in dit rijtje is dat management besluiten, als je dat niet in de selectielijsten zet, dan moet je ze 20 jaar bewaren en ze staan nu voor 5 jaar bewaard. Mm-hmm.
Dus dat ze tenminste voor 10 jaar en het liefst voor 20 jaar bewaard worden. Want als er in de toekomst ergens wat misgaat, dat je gewoon in ieder geval kunt reconstrueren wat er gebeurd is. Die toezichting die zoek ik. En dat is ook echt het advies geweest bij de vorige keer dat de Belastingdienst geïnspecteerd is. De staatssecretaris. Ja, nou voorzitter, die toezegging die doe ik. Die heb ik daarnet ook al gedaan. En ik ben het er ook helemaal mee eens. Want ik denk dat het echt heel belangrijk is voor een organisatie als de Belastingdienst. Dat goed gedocumenteerd is. Zodat als er ooit iets gebeurt, het is een grote organisatie. Het gaat niet allemaal goed, gelukkig wel heel veel, maar er worden ook fouten gemaakt, dat we dat dan ook makkelijk kunnen vinden en reconstrueren. Dank u wel. De heer Itzinga, VVD. Ja, dank u wel, voorzitter. We hadden net over cultuur en leiderschap. Ik denk dat dat een van de belangrijkste knoppen is waaraan gedraaid zal moeten worden. En volgens mij is de staatssecretaris dat ook met mij eens. Maar als hij over leiderschap spreekt, dan hoor ik hem met name spreken over hiërarchisch leiderschap. Maar waar ik eigenlijk ook iets meer van hem over zou willen weten, is hoe zit het met persoonlijk leiderschap? Ja. Hoe kan het gebeuren dat er in een omgeving waarin collega's met elkaar samenwerken, even los van wie de baas is, hè, maar dat collega's elkaar niet aanspreken op, hey, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Wat vinden we hier nou van met z'n allen? En waarom wordt het dan vervolgens niet geëscaleerd? De staatssecretaris. Ja, voorzitter, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Er is overigens een programma al gestart voordat ik begon. Cultuur en leiderschap. Dat kent natuurlijk ook deze elementen. Want het gaat er ook om dat je een veilige omgeving hebt binnen de Belastingdienst. Waar je in je team... Ik doe heel veel werkbezoeken. En op meerdere werkbezoeken komt dit ook aan de orde. En ook als ik met de medezeggenschapraad praat... Dan is dit een heel essentieel punt, zoals in iedere organisatie. Dat als jij dingen ziet, moet je dat kunnen bespreken. En er staan 6 actiepunten in de brief van 30 mei. Ik kan daar een totale update van geven. En hoe ga je dan om met die cultuurverandering en het leiderschap? Dus het is niet zo, voorzitter, dat om de heer Itzinga gerust te stellen, dat we daar pas nu over aan het nadenken zijn. Die Belastingdienst is in transitie. Daar is natuurlijk heel veel gebeurd. Dat zijn ook trajecten die de afgelopen 2 jaar zijn ingezet. Alleen rondom institutioneel racisme hebben we het geïntensiveerd. Want voor mij is het niet voldoende om te zeggen, oh, je hebt een rapport gelezen van het College voor de Rechten van de Mens. Je weet nu wat het begrip is en dat was het dan. Nee, helemaal niet. Dit is een proces wat nu in gang gezet is, wat een verklaring geeft voor wat er in het verleden fout gegaan is. Maar ook vooral het positief wenden. We willen een organisatie zijn die inclusief is, waar mensen zich veilig voelen. Maar ook die, zeg maar, richting de Nederlanders, de belastingplichtigen, datgene doen wat je van een professionele organisatie mag verwachten. En dat is dus niet wat hier gebeurd is bij de fraudesignalering. En nogmaals, ik vind dat al sowieso een hele vreemde plakkaat. Want in mijn opzicht is het risicoanalyse wat je moet doen. De heer Itzinga. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben heel blij met het antwoord van de staatssecretaris. Ik heb ook in de stukken gelezen dat er heel hard wordt gewerkt aan cultuurprogramma's. Daar toch een aanvullend vraagje op, want cultuurveranderingen hebben ook tijd nodig. Die hebben rust nodig, vertrouwen, veiligheid en een aantal andere zaken die de staatssecretaris net ook al benoemde. Hoe borgt hij die rust en die tijd en het geduld wat er nodig zal zijn, meerdere jaren misschien wel, om tot die belastingdienst weer te komen die het ooit was, waar Nederland trots op kon zijn. De staatssecretaris. Ja, voorzitter. De Belastingdienst, daar werken 25.000 mensen. En wij hebben het hier nu zeer terecht over wat er fout gegaan is bij de fraudesignalering. Ik wil toch nogmaals hier benadrukt hebben dat er iedere dag weer hele goede dingen gebeuren in diezelfde Belastingdienst en door diezelfde Belastingdienst. En dus het beeld wat de heer Itzinga misschien onbewust heeft neergezet, dat herken ik niet. Ik herken wel wat hij zegt, je hebt voor cultuurverandering heb je meer tijd nodig.
Maar zo van, de Belastingdienst was ooit goed, hij is het nu niet en hij moet het weer zo worden. Ja, we leven in een, ik heb het een zwarte bladzijde genoemd, niet zonder reden. En tegelijkertijd wil ik daar wel de balans in houden. En het feit dat we overigens op deze manier erover kunnen discussiëren, helpt daar geweldig bij, zoals dat op dit moment in het debat gaat. We zijn er nog niet, dat ben ik met voorzitter, met de heer Itzinga eens. De heer Asser kan denken. Ja, voorzitter, ik moest net een beetje nadenken op het antwoord van de staatssecretaris. En ik hoor net ook de interruptie met de heer Itzinga. En ik verwonder me daar wel over. Staatssecretaris geeft aan dat er mensen zijn binnen de Belastingdienst, lang niet allemaal, maar er zijn mensen binnen de Belastingdienst die hebben bepaalde opvattingen. Die als die mij zien, dan denken ze, nou dat zal eerder een fraudeur zijn dan dat ze meneer Itzinga zien. En daarna zijn gaan handelen. En de staatssecretaris geeft ook aan, de leiding heeft daarin gefaald, heeft daar niet op ingegrepen. Nou weet ik ook dat cultuurverandering buitengewoon ingewikkeld is. Dat is een van de lastigste dingen. Je kunt de structuur veranderen, maar niet de cultuur op korte termijn. Dus ik vraag aan de staatssecretaris hoe die nou worstelt met het feit dat we... Eigenlijk is het gewoon het schenden van artikel 1 van onze grondwet, het meest basale, namelijk oneigenlijk onderscheid maken tussen burgers. En aan de andere kant gaan we dan ambtenaren trainingen geven over als ze dat niet moeten doen. Hoe moet ik dat zien? De staatssecretaris. Ja, voorzitter, ik denk niet zozeer... ik begrijp de vraag wel van de heer Azarkan, maar ik denk het feit dat dit nu benoemd is, dat dit gebeurd is... Ja, laten we heel eerlijk zijn, het is de eerste overheidsorganisatie die naar voren is gestapt en gezegd heeft, institutioneel racisme in navolging van het College van de Rechten van de Mens, komt ook in onze organisatie voor. En dat mag niet en dat moet niet. Nou, en natuurlijk moet je daar met elkaar het gesprek over aan. Dat zijn die 6 actiepunten die we in de brief van 30 mei hebben genoemd. Maar het is in die zin, als het toch weer even terug naar die fraude signaleringsvoorziening. Ik wil ook benoemd hebben, en dat dilemma is ook op tafel gegaan, daar stonden ook echte fraudeurs op. En daar zijn we het ook allemaal over eens. En dat heeft helemaal niks met etniciteit te maken. Dat kunnen ook, kunnen ook witte mannen zijn. Maar het gaat erom wat er is daar fiscaal gebeurd. En ik denk dat de Belastingdienst zelf ook een reflectie is natuurlijk van onze samenleving. Van de mensen die daar werken. En in die zin, ja, ik ben optimistisch, meneer Azarkan. Want ik ga niet onder. Dus ik ga het niet bagatelliseren, helemaal niet. Maar ik ben wel optimistisch dat de slag die we nu maken wel degelijk tot een betere cultuur gaat leiden. En dat komt natuurlijk aan de ene kant doordat je gewoon heel goed vastlegt wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor en wat mag wel en wat mag niet bij toezicht. Maar ook dat andere element wat u volgens mij in uw vraag besloten ligt, van ja, er kan, en dat is ook een onderdeel van die definitie van institutioneel racisme, het kan ook bewust gebeuren. En daar moet je elkaar in de organisatie op aanspreken. Maar dat moet dan wel eerst benoemd zijn en dat hebben we nu gedaan. En daar zetten we de de actiepunten en de programma's voor uit. Dank u wel. De heer Asserkan. Ja, nou ja, en ik zoek en ik probeer dat goed te begrijpen. Dus ik probeer zonder nou al te snel te oordelen goed te begrijpen wat de staatssecretaris daarin zelf constateert, wat hij in heeft gezet, wat hij denkt te gaan bewerkstelligen. En ik vraag me dan af, kijk, als er mensen binnen die overheid, en ik heb zelf het genoeg gehad om er een jaar of 9 rond te lopen, zelfs in het gebouw aan de Casuaristraat, KV7 noemen we dat. Ik probeer gewoon te begrijpen dat als er dus ambtenaren rondlopen die bepaalde opvattingen hebben over vrouwen, over andere minderheden, daarnaar gaan handelen, waardoor die daar onevenredig veel nadeel hebben, dat zelf niet weten. Ja, of het dan gerechtvaardigd is dat we dat dan in een programma met ze gaan bespreken.
Hoort daar ook niet iets anders bij dan... Dan we gaan daarover in gesprek, we gaan 6 lijnen uitzetten. Ik zag het in de brief, hè. We gaan meer, ja, we gaan mensen vertellen dat vrouwen ook gelijkwaardig zijn en dat minderheden ook gewoon gelijkwaardig. Ik probeer daar een beetje te zoeken naar wat is nou die aanpak ten opzichte van datgene wat er geconstateerd is. Mensen die gewoon discrimineren. Staatssecretaris. Ja, voorzitter, dat zit hem toch echt ook in het vastleggen. Hè? Waar is het hier fout gegaan? In handleidingen. Zijn teksten gebruikt die daar nooit in hadden mogen voorkomen. Er waren geen waarborgen, geen garanties, geen governance en er was ook geen toezicht op. Nou, dat moet sowieso, dat hebben we al veranderd. Maar daar hoort ook een cultuur bij, want waar u ook op duidt is, nou ja, dat kan gebeuren in iedere organisatie. Ja, dan moet je elkaar daar ook op kunnen aanspreken. Als er opmerkingen gemaakt worden die helemaal niks met het werk te maken hebben, om het maar eens even zo uit te drukken. Maar die die toch een racistische ondertoon hebben. Of je hebt opmerkingen, zoals u zelf, voorzitter, als voorbeeld geeft, ten opzichte van vrouwen. Dat moet bespreekbaar zijn binnen ons en er moet op gehandeld worden, er moeten mensen op aangesproken worden. Dat kan niet, dat is onaanvaardbaar. Ik heb zelf ook jaren in een bedrijf gewerkt, ik heb ook wel eens dingen meegemaakt. En daar moet je degene die dat doet direct op aanspreken. En ook zeggen, 1 keer maar nooit weer en die reden. En als je het wel blijft doen, dan heeft dat gevolgen. Dank u wel. Tot slot de heer Askan. Nou ja, we hebben dus te maken met 270.000 mensen die op die lijst stonden, 5.000 medewerkers die er toegang toe hadden. Een systeem wat ongelooflijk veel nadeel heeft opgeleverd voor burgers, bedrijven, mensen die soms hun levenswerk zien kapot gaan. Hoeveel, en het gaat me niet om de mensen zelf, maar hoeveel ambtenaren of leidinggevenden zijn er nou op aangesproken op die werkwijze? Staatssecretaris. Ja, voorzitter, dat zei ik daarnet al. Hè. We hebben het is ook in de schriftelijke vragen daarover. Dat zijn toch 21 personen geweest. Niet iedereen werkt meer bij de Belastingdienst, maar in totaal 11. Dat zijn geen makkelijk gesprek geweest, dat begrijpt u ook wel. Maar ja, zo gaat dat in het leven. Je moet dat benoemen en ik wil straks, als u het goed vindt, voorzitter, als ik het over de 4 categorieën heb, ook over welke aantallen praten we dan en hoe gaan we die tegemoetkoming, hoe zien we dat voor ogen en wanneer, want er is ook om een tijdlijn gevraagd. Ja, dank u wel. Mevrouw Inge van Dijk. En die was al wat eerder opgestaan net, ja, en toen weer even gaan zitten. Dus vandaar de verwarring. Dan mevrouw Kreuger. Ja. Nou, we hebben het terecht, hè, over cultuur en ik ben ook wel blij met dat we dit moment van eigenlijk reflectie ook even pakken. Maar we hebben het over waarborgen, over governance. Maar als we kijken waar we vandaan komen en waar we nu staan, hoe zou de staatssecretaris dan oordelen waar we nu staan met betrekking tot die cultuur? Is dat een 0 of is dat een 10? Ik ben een beetje benieuwd naar waar we in die transitie staan, want we moeten dingen beter gaan doen. Maar zijn we er al klaar voor met elkaar, is mijn vraag. Staatssecretaris. Ja, voorzitter, ik wil het dan toch weer wel aan de ene kant, hè, de aanleiding en de oorzaken die lagen bij toezicht. MKB particulieren. Maar waar we het over hebben, als het om het institutioneel racisme gaat, dan gaat het natuurlijk om de hele organisatie. Ik stel voor, voorzitter, dat wat betreft het hele programma cultuur en leiderschap en ook wat doet nou de Belastingdienst daaraan, zeg maar echt ook vanuit de HR-functie, dat we daar toch een keer wat uitgebreider over doorpraten. Ik ga nu niet een rapportcijfer geven van 0 of 10. Ik kan alleen maar constateren dat wat er gebeurd is vreselijk was en dat dat nooit meer mag gebeuren. En ja, dat ik vanaf 10 januari jongstleden in een trein die al reed, want die opdrachten voor die PwC-rapporten waren gegeven, nu zo snel mogelijk het verleden op een goede manier wil oplossen in samenspraak met de Tweede Kamer en tegelijkertijd in samenspraak met deze Kamer ook het beleid voor de komende jaren. En nogmaals, zoals gezegd, dat is cultuurverandering, heeft tijd nodig, maar ik ga me niet op een cijfer vastleggen. Ja. Mevrouw Inge van Dijk.
Nou, laten we er dan inderdaad een keer over doorpraten. Want volgens mij is het gewoon een belangrijk onderwerp in relatie tot verschillende dossiers die we voorbij hebben zien komen. Graag. Dank u wel. Mevrouw Kreuger, GroenLinks. Dank, voorzitter. Ja, ook mijn vraag gaat eigenlijk over die cultuur waarin deze vorm van institutioneel racisme heeft plaatsgevonden. Is het beeld nou dat het kabinet heeft uiteindelijk toch met een bepaalde, na wat weifeling toch het woord gebruikt, en dat kost de moeite, is het beeld nou dat binnen de Belastingdienst zelf er nu de erkenning is dat er sprake is van institutioneel racisme? De staatssecretaris. Ja, voorzitter. In de eerste plaats, wij hebben daar in het kabinet tot twee keer toe juist heel goed over gehad. Zoals gezegd, het vorige kabinet heeft in december die brief gestuurd. Inmiddels de toenmalige minister van BZK, de minister van BZK van dit kabinet heeft op 7 juni, zij is coördinerend bewindsvrouw als het gaat om het onderwerp racisme, discriminatie en institutioneel racisme, daar ook een brief over gestuurd. Zij had ook advies gevraagd aan het College voor de Recht van de Mens. Het staat ook in het coalitieakkoord. Dus ik zie het niet weifelend. Het kan zo overgekomen zijn. Dat heb ik ook uitgelegd. Hè, en daar ben ik ook misschien wel mede debet aan geweest. Maar dat is niet zoals ik het gevoeld heb. Het is ook een proces wat we doorgemaakt hebben en wat ik zeker doorgemaakt heb bij de Belastingdienst. En nogmaals, het is de aanleiding en de oorzaak lag bij de fraudesignaleringsvoorziening. Maar het onderwerp is dermate breed dat het nu ook breed in de organisatie natuurlijk besproken wordt. En niet alleen op het hoge niveau, maar op de verschillende niveaus. En natuurlijk, net als in de Nederlandse samenleving, zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, die ook meegenomen moeten worden in wat hier nou mee bedoeld wordt. En dat heeft ook te maken met het verschil tussen het begrip racisme en institutioneel racisme, bijvoorbeeld. Mevrouw Kreuger. Misschien kan de staatssecretaris op dat laatste toch even doorgaan. Want het gaat mij om in hoeverre binnen zo'n belastingdienst, waar kennelijk een cultuur is geweest van institutioneel racisme en van het gedogen. Want seksisme, racisme, discriminatie, individuen doen het misschien, maar uiteindelijk kan het alleen geschieden op die schaal als het gedoogd wordt. Als genoeg mensen wegkijken of niet het benoemen of niet de ander erop aanspreken. Dus hoe het besef van institutioneel racisme, hoe is dat nu geïnternaliseerd binnen die Belastingdienst? Hoe ziet de staatssecretaris dat? Ja, voorzitter, ik wil toch hier het beeld niet neerzetten alsof dit op grote schaal binnen de Belastingdienst is gebeurd. Nou zeg ik niet dat mevrouw Kreuger dat doet, voorzitter, maar dat zou zomaar de indruk kunnen zijn. Want dat is niet zo. Het is ontstaan, fraudesignalering, ik heb ook uitgelegd vanaf 2001 tot nu. Het is gewoon volkomen uit de hand gelopen. Maar om heel eerlijk te zijn, binnen een redelijk beperkte groep binnen de Belastingdienst. Want het was ook nog eens niet zo, juist vanwege dat ontbrekende beleid, dat ieder regiokantoor van MKB en particulieren die handleidingen gebruikte. Dus ik wil echt dat beeld wil ik gewoon zo dicht mogelijk bij de feiten blijven. Ja, kijk, het verschil tussen racisme en institutioneel racisme, dat ook daar verwijs ik weer naar het visiedocument van het College voor de Rechten van de Mens, die dat eigenlijk heel goed uitlegt. En ook in de brief van de minister van Binnenlandse Zaken van 7 juli is dat gedaan. Alleen, ik ben ook realist genoeg om te weten dat dit nog geen gemeengoed is in de Nederlandse samenleving. En ook nog niet binnen de Belastingdienst. Dus dat is een weg van langere adem. En daarom vind ik het zo belangrijk dat we het niet alleen benoemen, maar dat we er ook mee aan de slag gaan. Mevrouw Kreuger, tot slot. Ja, een laatste poging, want ik vraag eigenlijk in hoeverre de staatssecretaris van mening is dat binnen de Belastingdienst, en ik ben me ervan bewust dat dit om een specifieke situatie ging, maar dat het besef dat er sprake is geweest van institutioneel racisme, dat nu dat men doordrongen is van dat besef, dat geïnternaliseerd is. Nou, of zijn we aan het begin van dat pad? Waar staan we? Kijk, voorzitter, geïnternaliseerd, dat durf ik niet te zeggen, maar één ding is wel zeker, dat door de brief van 30 mei aan de Tweede Kamer, de vervolgacties die daarmee begonnen zijn, dat dit natuurlijk breed binnen de Belastingdienst onderkend wordt, besproken wordt.
Maar voor internalisering voor een hele organisatie heb je toch iets meer tijd nodig. Sommigen zullen daar wat sneller mee gaan, maar dat is wat ik net de weg van de lange adem noemde. Ja. U vervolgt uw betoog. Ja, voorzitter, dan afrondend op het selectie van de aangifte op niet-fiscale aspecten wil ik hier, het is ook al door meerdere gevraagd en ook in de schriftelijke antwoorden hebben we dat gegeven, wat we dus gaan doen en wat we aan het doen zijn, is dat daar waar er giftenaftrek is geweigerd en zorgkostenaftrek is geweigerd, en dat zijn volgens PwC de grootste dus situaties waarin die teksten die in die handleidingen stonden toch mogelijk een effect hebben gehad. Daar gaan wij dus zowel op de zorgkosten als de giften gaan we nog één keer helemaal tegen het licht houden. Dat betreft de hele periode 2012-2019. En als dat dus onterecht geweigerd is, krijgen de betrokken belastingplichtigen wel degelijk die aftrek. En dat zal voor de periode die langer is dan 5 jaar dan ook leiden overigens tot ambtshalve verminderingen. Dit gaat om een groep van 11.000. Maar daar zijn we dus voortvarend mee aan de slag. Dan, voorzitter, ga ik naar het blokje algemeen, de algemene verordening gegevens, de schending van de AVG. Het is inderdaad zo dat de autoriteit persoonsgegevens niet alleen een hele forse boete heeft uitgedeeld, maar natuurlijk op het punt van rechtmatigheid, doelspecificatie, juistheid en opslagbeperking eigenlijk een vernietigend oordeel heeft gegeven over de fraudesignaleringsvoorziening. Die boete is uiteraard betaald, maar de vraag is wat ga je er vervolgens mee doen? Dat betekent dat dus richting degene waarvan de privacy geschonden is, wij advies aan de landsadvocaat hebben gevraagd. Dat hebben we ook uiteraard ook meegestuurd. En als daar dus geen materiële gevolgen aan gegeven zijn, dan zullen we ook geen tegemoetkoming doen. En ik weet dat er verschillend over gedacht wordt, want een aantal Kamerleden hebben de vraag neergelegd, moet niet iedereen een immateriële schade krijgen? Dat is natuurlijk anders in die situatie, zoals we ook in de brief van 24 juni hebben beschreven. Dat zijn toch de bijzondere situaties. Mensen die waarvan bijzondere gegevens opgenomen waren in de FSV, of een strafrechtelijk verleden. Of een situatie waarbij toch eigenlijk veel te lang je in het FSV-bestand hebt gestaan. Dus te lang onderwerp bent geweest van intensief onderzoek. In die situaties. En ook in situaties waarin er wel degelijk ernstige gevolgen zijn, zal er natuurlijk wel sprake kunnen zijn van nadeel en dan zal er wel ook sprake moeten zijn van vergoeding. Dat is dus ook dat er dan op dat moment schadevergoeding kan worden gegeven. Wanneer is dit onderzoek nu klaar? Nou, wij hopen sowieso in november zowel terug te komen op het eerste onderwerp wat ik zei, ten aanzien van de aftrekbaarheid van de giften en de zorgkosten, als ook op deze groep en met name ook welke hoogte van de compensatie wij dan denken aan deze groep te geven. En dat doen we dan uiteraard eerst in een brief aan u en dan willen we daar nadat ik het in de ministerraad begin november, dat is de planning, aan de orde heb gesteld. Voorzitter, dat wat betreft de schending van de AVG. En dan kom ik op een categorie die door meerdere van u terecht is genoemd, waar echt heel veel pijn zit. Dat zijn degenen die geen toegang hebben gekregen of te laat toegang hebben gekregen voor middelijke schuldsanering, natuurlijke personen, of zelfs de wettelijke schuldsanering, natuurlijke personen.
Dat is een categorie belastingplichtige die aantoonbaar schade heeft geleden. Dat is een groep van tussen de 5.000 en 14.000. Die zijn we nu weer helemaal aan het doorlichten. En daar zullen we wel degelijk met een tegemoetkoming moeten komen, een compensatie, een schadevergoeding moeten komen, maar dat moet wel een wettelijke grondslag hebben. Nou, daar hebben we de. Er is een wetsontwerp natuurlijk aangehouden in uw Kamer eind november, om overigens begrijpelijke redenen. De wet de delegatiebepaling, schuldsanering. En op basis van die wet, als die aangenomen zou worden, kunnen we dan een algemene maatregel van bestuur nemen. En als dat te lang duurt, maar dat is dan in overleg met de Kamer, en we komen in november dus ook terug met wat dit betekent qua bedragen en hoe groot die groep is. Ja, dan is het natuurlijk ook altijd mogelijk om spoedwetgeving te doen. Want die groep die moet echt snel geholpen worden. Dat is in ieder geval heel nadrukkelijk mijn intentie. Dat geldt overigens ook voor de categorie van belastingplichtigen die geconfronteerd zijn geworden met dwanginvordering. Dat zijn echt gewoon de schrijnende gevallen en de pijnlijke situatie. Dus voor die categorie komen we ook met een uitgebreid voorstel in november. Maar ik zeg er wel bij, willen we daar snel acteren in tegemoetkoming, zullen we ook een wettelijke grondslag moeten hebben. En daar heb ik uw Kamer ook bij nodig. Voorzitter, ja dan de hele grote groep, 270.000, hebben op die lijst gestaan. 220.000... daar hebben wij al een brief aan gestuurd, omdat we van die groep weten dat die geen gevolgen hebben gehad. Ja, dat we onze excuses hebben aangeboden, dat we er spijt van hebben, maar we willen eigenlijk nu zo snel mogelijk starten. En dan beginnen we eerst met een pilot aan een selectie 1000 uit die groep van 200.000, om nog eens een keer de excuses aan te bieden en nog eens een keer uit te leggen. Ja, wat die fraude-signaleringsvoorziening was en dat volkomen ten onrechte daar de indruk gewekt is dat er sprake zou zijn van fraude voor die belastingplichtigen. Maar dat is een groep waar we geen tegemoetkoming aan gaan geven. Dus dat zijn wat mij betreft de vier categorieën. Wat betreft de tijdlijn voor het verleden, voorzitter, daar is een tijdlijn ooit gedeeld door mijn voorgangers. Dat document dat betrof echt het verleden tot maart 2020. Maar ik denk ook dat het heel verstandig is dat we een tijdlijn maken van wat er daarna gebeurd is, maar ook vooral wat we nu gaan doen. Dus voorzitter, dat was een vraag van de heer Omtzigt. Dus met zijn goedvinden rek ik de vraag wat op. Niet alleen voor het verleden, maar ook voor wat er de afgelopen 2 jaar gebeurd is en de komende tijd. Vindt u het goed als ik eerst de heer Omtzigt even het woord geef? Dat gaat volgens mij over de tijdlijn. Ja, uit de gang. Voorzitter, dank. Dat zou ik zeer op prijs stellen. En ook de nieuwe dingen die gevonden zijn daarbij zetten. Want die tijdlijn is al een tijdje oud. En iedere keer komen er nieuwe dingen bij die we nog niet wisten. Dus zet alles in één document. Dat helpt ons enorm. En het tweede, voorzitter. We hebben het nu over het informeren van de natuurlijke personen die op de lijst stonden. Dat is mede naar aanleiding van de motie van de fractievoorzitter van de SP. Maar de ondernemingen, inclusief de rechtspersonen, zijn naar mijn weten nog niet geïnformeerd dat ze op de lijst stonden. En mijn vraag is, wanneer worden die ondernemingen geïnformeerd, inclusief natuurlijk de BSN-nummers die aan een onderneming gekoppeld zijn. Dus als je als VOF onder op die lijst stond, dat je dan de VOF informeert, inclusief de personen die onder die vennootschap, onder firma vallen. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, terecht dat de heer Omtzigt daarom vraagt. Dus ik heb eerst die 220.000, dan hebben we, ik heb zojuist gezegd, die groep van maximaal 12.000 als het om NSP gaat. Maar dan is er inderdaad nog een groep waar hij op duidt. Die zal uiteraard ook geïnformeerd worden.
Dat is, ja, bij ons staat hij als de groep overig. En ook dat zou in de tijdlijn, overigens in de planning, voorzitter, om het nog wat duidelijker te maken. Ik zal met de Kamer gewoon delen de planning waar ik zelf ook over beschik, waar ik zelf ook om gevraagd heb. En daar staat dit ook in opgenomen. Tot slot, heer Omtzigt. Oké, dus wij horen, want nou zo zeggen, ik had de originele motie van mevrouw Marijnissen in ieder geval ondersteund. Met het idee dat daar niet alleen de natuurlijke personen onder zouden vallen, maar ook ondernemingen en rechtspersonen. Ja. En ik wil hem eigenlijk ook zo uitgelegd hebben. En dat niet op hetzelfde, dezelfde dag die brieven verstuurd worden, dat geloof ik. Maar ze worden allemaal verstuurd. En alleen in uitzonderlijke gevallen, een lopend onderzoek van de FIOD, dat kan ik me voorstellen. Dan worden ze niet geïnformeerd, maar dan worden ze op dezelfde manier geïnformeerd als de natuurlijke personen. Inclusief welke BSN-nummers er gekoppeld waren. Als dat een grote onderneming was, de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. Ik weet niet wat eraan gekoppeld is. Kleine onderneming is het vrij duidelijk. Hè? Eenmanszaak. Zeker, is het natuurlijk gewoon evident wie je informeert. Ja. En dat gebeurt binnen een paar maanden, neem ik aan? Jazeker, want we gaan met die groep van die 220.000 aan de slag. Of dat precies, want dat is best wel een hele operatie. Of dat precies op datzelfde moment gebeurt, dat weet ik niet. Dat antwoord moet ik u even schuldig blijven, maar dat zet ik in de tijdlijn. Dank u wel. Dan ga ik luisteren naar de heer Alkaya van de SP. Voorzitter, de staatssecretaris leek net vrij stellig aan te geven dat een hele grote groep dus geen tegemoetkoming kan verwachten. Maar ik heb de regeling die hij naar de Kamer heeft gestuurd zo begrepen dat zij, als zij wel kunnen aantonen dat zij wel degelijk schade hebben ondervonden, dat zij wel een tegemoetkoming kunnen krijgen. Dus ze moeten wel die kans krijgen om dat aan te tonen. De staatssecretaris. Ja, voorzitter, dat is een terechte opmerking van de heer Alkaya. Precies zoals hij het formuleert. Als de belastingplichtige inderdaad kan aantonen dat hij schade heeft gehad, omdat de privacy geschonden is, en hij kan dat aantonen, dan is er natuurlijk, wel een situatie dat er schadevergoeding gegeven kan worden. Ja, Alkaya. Oké, voorzitter, daar ben ik blij mee, want net was de staatssecretaris daar vrijstellig, maar die krijgen dat niet. Die krijgen dat voorlopig niet, zou ik willen zeggen. En ik heb daar nog een aantal vragen over gesteld aan de staatssecretaris. Ja, wel onder de voorwaarden dat dat dus ook echt aangetoond wordt. Is, hè? Maar dat zei u zelf ook. Want als je het kan aantonen, dan is het ook niet. Wij hebben het in ieder geval. Als wij het zouden kunnen aantonen, dan zit je niet in die groep van die 220.000. Ja, Alkaya. Zeker, voorzitter. En ik vroeg aan de staatssecretaris. Ik ben het niet eens met die afbakening. Maar even ervan uitgaande dat dit de afbakening is, dan kan ik me zo voorstellen dat ook de staatssecretaris mensen zou willen helpen om die schade aan te tonen. In ieder geval dat hij een informatie kan geven aan die groep mensen van er is een tegemoetkomingsregeling. Dit zijn de randvoorwaarden en op deze manier zou je eventueel kunnen aantonen dat je schade hebt geleden. Is hij bereid om die informatie te verstrekken aan die groep? De staatssecretaris. Ja, dat gaat eigenlijk meer om dat we het advies van de landsadvocaat zeg maar in gewone mensentaal uitleggen. Want wij volgen het advies van de landsadvocaat. En ik vind dat wel bij behoorlijke informatievoorziening behoeft, maar de verantwoordelijkheid ligt wel bij de belastingplichtigen. Tot slot, de heer Alkaya. Zeker, voorzitter. En zou de staatssecretaris ons dan kunnen informeren op welke manier hij dat wil gaan doen? Want het weten van het bestaan van een tegemoetkomingsregeling is denk ik al een goede eerste stap. Dus ik kan me voorstellen, als de staatssecretaris toch al van plan is mensen nog een brief te sturen met verontschuldiging, dat hij daarin ook verwijst bijvoorbeeld naar informatie over die regeling en ook daarin mensen bijvoorbeeld juridische bijstand aanbiedt. Ja, maar voorzitter, kijk, voor 220.000 mensen gaan wij dat niet doen, waarvan wij vinden, en ja, we hebben alles en alles wat dat betreft doorzocht, dat die niet in aanmerking komen voor een schadevergoeding, dan heeft dat weinig zin om die mensen aan te bieden dat ze juridische bijstand betaald door de overheid krijgen. Kijk, waar het om gaat is als de heer Alkaya zegt, ja, als iemand kan aantonen dat hij wel degelijk schade heeft onderleven, ja, natuurlijk.
zullen we dat verzoek niet alleen serieus nemen, maar als het ook aangetoond wordt, ja, dan zullen we zo'n situatie schade moeten vergoeden. Maar ja, er is een grens voor wat de overheid wel en niet kan doen. Dus ook iets als eigen verantwoordelijkheid van de belastingplichtige daar. Dank u wel. Volgens mij wil de heer Assekan op het laatste onderwerp een vraag stellen. Ja, de heer Assekan. En dan de heer Itzinga. Ja, voorzitter. Toch een beetje die omkering bewijslast, of tenminste de bewijslast dat degene die gedupeerd is, moet aantonen wat de schade is. Dat is natuurlijk best ingewikkeld. Omdat de mensen die ik spreek zeggen, ja, als ik daarover ga informeren, krijg ik ook geen informatie. Dus is de staatssecretaris dan bereid om de informatie te delen, zodat iemand ook een zaak kan opbouwen, zodat iemand dat ook kan aantonen? Ja, er is nu, dat is ook een andere vraag geweest, voorzitter. Wat is er nu bijvoorbeeld bij het meldpunt binnengekomen? Nou, dat zijn 6.200 mensen die deze vraag hebben gesteld. Ja, die krijgen natuurlijk de informatie waar wij over beschikken. Dat is helder. Maar waar het mij om gaat, het is niet een omkering van de bewijslast. Wij vinden dat die 220.000 mensen, en dat kunnen we met recht en reden op basis van alles wat we bekeken hebben, dat daar niet sprake is van nadeel of van schade. En nogmaals, als daar uit die groep mensen op staan en die melden zich bijvoorbeeld bij het meldpunt, ja, nou ja, omdat ze over informatie, de informatie van ons willen hebben en zelf kunnen aantonen dat ze schade hebben geleden, ja, dan uiteraard ze krijgen, daar hebben we het meldpunt ook voor. Dank u wel, de heer Assekan tot slot. Maar is de staatssecretaris dan ook in staat om aan te geven of bijvoorbeeld de informatie uit die zwarte lijst gedeeld is met banken, met het UWV, met SVB, met de gemeente, als die vervolgens allerlei onderzoeken zijn gestart, omdat dat de basis geweest voor, naar achteraf blijkt, ja, voor het verder in het nauw brengen van een ondernemer of een burger. Kan de staatssecretaris dat dan ook die informatie delen? Nou, wat betreft de gegevensverstrekking hebben wij al aangegeven wat we tot nu toe gedaan hebben. Daar gaan we nog een extra slag op maken. En het blijkt overigens tot nu toe, en ik zal die cijfers anders nog een keer ook schriftelijk met u delen, een betrekkelijk kleine groep te zijn waar dat zich heeft voorgedaan. Dus we hadden de discussie over de 220.000. Nou, ik denk dat helder is. U heeft het nu over, stel dat je een situatie hebt van er zijn gegevens verstrekt. Nou, daarvan moeten wij nog wel het huiswerk helemaal afmaken. Wij zijn daar ook afhankelijk, overigens ook van die derde organisaties. Want als wij niks terugkrijgen, ja, dan weet het ook niet. Maar ook daar gaan we tot het gaatje. Ja, als dan zo'n situatie zich voordoet, en iemand meldt zich, of wij zien het zelf al dat daardoor schade is geleden, ja, dan komt natuurlijk zelf in actie. Als dat niet zo is, dan kan iemand altijd die informatie hebben onder de voorwaarden die daar wettelijk aan verbonden zijn. Dank u wel. De heer Itzinga, VVD. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de staatssecretaris spreken over een aantal groepen die hij onderscheiden heeft waar iets moet gebeuren. Als ik dat een beetje uitreken, dan zijn dat duizenden, tienduizenden mensen. Mensen van wie de aangifte opnieuw moet worden beoordeeld. Zijn mensen waarvan beoordeeld moet worden of ze wel of niet ten onrechte de schuldsanering is ontzegd. En waar dan vervolgens ook nog eens moet worden gekeken wat de schade is geweest voor die mensen. Nou, dat kan ontzettend uiteenlopen. Dat gaat heel veel tijd kosten, dat gaat heel veel mankracht kosten, is mijn inschatting. Is de staatssecretaris dat met mij eens? En hoe ziet hij het beslag dat gaat leggen op de organisatie van de Belastingdienst? Okay. Wat is de uitvoerbaarheid van dit hele plan? De staatssecretaris. Ja, kijk, voorzitter. Het is niet zo als de heer Itzinga dat zou denken, maar volgens mij denkt hij dat niet. Alsof we nu opeens mensen gaan vrijmaken voor dit. Nee, er zijn 300 FTE's hiermee bezig. Dit is al een rijdende trein. Dus met die 300 FTE's kunnen wij dat goed aan op dit moment. Ja, dat zou kunnen veranderen als de aantallen opeens enorm zouden toenemen. Maar u heeft mij ten aanzien van die verschillende categorieën horen uitleggen om welke aantallen het gaat.
Nou, dat is behapbaar. Waar meer straks, ik heb het daarnet al gezegd, bij de MSB, de middellijke schuldsanering natuurlijke personen, of de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen en die drie bijzondere situaties. Ja, als wij daar het met elkaar eens zijn wat het herstelbeleid is, dan zullen we snel moeten handelen. En daar zal tijd in kunnen zitten. Dat heeft gewoon met de wettelijke grondslag te maken. Maar op dit moment maak ik mij niet zoveel zorgen. Met mannenmacht met mensenmacht wordt eraan gewerkt. Vraag van mevrouw Kreuger, GroenLinks. Ja, voorzitter, toch nog even door op het punt wat de heer Azar kan ook aankaarten. Namelijk, als we eigenlijk een groep hebben, 220.000 mensen, waarvan we eigenlijk, heel veel van die mensen weten helemaal niet waarom ze op die lijst stonden. Hebben geen flauw idee. Vervolgens weten we eigenlijk ook niet met welke derde instanties die lijsten gedeeld zijn. Nog dat we weten wat de implicaties daarvan zijn. Dan is het toch eigenlijk onmogelijk om nu vast te stellen dat die mensen geen schade hebben ondervonden? Staatssecretaris. Ja, voorzitter, ik heb al aangegeven, maar nogmaals, ik ben echt gaarne bereid om dat schriftelijk ook nog te doen. Wij hebben op dit moment heel goed in beeld. Ik heb de categorieën uitgelegd. De 11.000. We hebben ook nog de overige categorie. We praten dan niet over honderdduizenden mensen. Als het om gegevensverstrekking gaat, zal ik u de schriftelijke informatie geven hoe groot die groep nu is. Ik heb ook het meldpunt genoemd. 6.000 mensen hebben zich daar gemeld. En ja, u heeft gelijk, als de mensen de brief krijgen, nou, dan zullen er heus wel een aantal nadere informatie willen. Maar wij schatten dat in, dat op basis van de informatie die wij hebben, gelukkig zou ik haast zeggen. Ik wil toch ook een ander getal noemen. En anders dan gaan er misverstanden ontstaan. Er is gewoon in die groep van die 220.000 zitten 114.000 mensen waar gewoon terecht de aangifte is gecorrigeerd. Ze gaan er allemaal misschien een beetje van uit, maar dat heb ik onvoldoende benadrukt in dit debat. Dat het allemaal om mensen zou gaan waar het onterecht zou zijn. Nee, het is ook gewoon heel terecht gecorrigeerd. En dat is ook de vraag die aan de orde is gesteld. Ja, de Belastingdienst moet wel zijn werk kunnen blijven doen, kunnen controleren en corrigeren. Dus het is, ik zal u die, met name die, ten aanzien van die vraag over de gegevensvertrekking, daar kom ik graag schriftelijk nog op terug. Mevrouw Kreuger. Dat ik het even heel erg scherp heb. Dus van de groep waarvan we eigenlijk niet weten met welke andere instanties die gegevens gedeeld zijn. En ook weten we niet wat daar de gevolgen van zijn geweest voor mensen. Daarvan zegt de staatssecretaris eigenlijk, dat sluiten we dus ook niet af, want we weten gewoon nog niet wat de gevolgen zijn. Nou, ik wil een beetje, kijk, aan de ene kant, neem die groep van die 114.000. Daar zitten ongetwijfeld ook belastingplichtigen bij, waarvan de gegevens ook verstrekt zijn met andere overheidsinstanties. Maar terecht, want er zijn correcties aangebracht. Dan de groep die mogelijkerwijs, en ik wil dat gewoon helemaal zeker weten, want we zijn nu nog aan het doorvragen, zeg maar, wat betreft de gegevensverstrekking aan derden. Als we dat echt helemaal helder in beeld hebben, voor zover we dat helemaal helder in beeld krijgen, deel ik dat heel graag met de Kamer. En dan maken we de risico-inschatting zoals u die in de vraag aan mij zojuist heeft gesteld. Dank u wel. Kan u een inschatting maken hoe ver u bent met de beantwoording? Ja, behoorlijk ver. Ja? Wat mij betreft. Er is alleen nog door verschillende vraagstellers, onder meer mevrouw Van Dijk, die vroeg daarnaar het balans houden tussen herstel en onderzoek. En ik dacht ook de heer Nijboer, het dilemma. En ook de heer Itzinga trouwens. Het is inderdaad juist dat de Belastingdienst moet natuurlijk wel blijven controleren. Controleert de Belastingdienst op dit moment? Ja, dat hebben we ook vorige week in het commissiedebat hebben dat aan de orde gehad. Gelukkig nog voldoende uren in boeken onderzoeken. Alleen we zien dat veel uren, meer uren dan in het verleden bij dezelfde belastingplichtigen. Ik zou ook graag willen dat het toezicht geïntensiveerd wordt, zeg ik hierbij. Dus je hebt toezicht vooraf en toezicht achteraf. En daarom willen we heel graag terugkomen bij de Kamer. Ik hoop half oktober in ieder geval goed in beeld te hebben. Wat wij ook gaan doen in overleg uiteraard, ook
na raadpleging moet ik zeggen, van de autoriteit persoonsgegevens met het advies wat zij gegeven hebben op TSV. En zoals al eerder gezegd, fraudeonderzoeken gaan gewoon door. Daar zit geen enkele belemmering op. Dank u wel. Ja. Dat waren volgens mij alle vragen, voorzitter. Ja. Kijk nog even, ik zie de heer Romke de Jong opstaan, D66. Ja, voorzitter, ik had nog een vraag gesteld hoe de rol van de functionaris gegevensbescherming zich heeft ontwikkeld sinds het begin van deze kabinetsperiode. Ja, nou, het is een uitermate belangrijk instituut. Hij geeft ook advies. Er is ook correspondentie met de autoriteit persoonsgegevens geweest. Ik dacht dat dat ook een van de vragen was van de heer Omtzigt. Wij moeten even overleggen met de autoriteit persoonsgegevens om ook gewoon met u te delen. Hè, want u kent mijn instelling. Ik deel het liefst alles direct met de Kamer. En dan kunt u ook zien en dan zullen we daar met het delen van die gegevens ook beschrijven wat hij vanaf het begin van de kabinetsperiode tot nu toe gedaan heeft. Maar is vol in actie. Dank u wel, mevrouw Inge de Jong. Inge van Dijk. En Romke de Jong. Ja, inderdaad. Ik heb denk ik twee vragen gemist, maar het kan zijn dat ik zelf niet goed heb op zitten letten. Ik vroeg over de 6 bouwstenen. Had ik een vraag gesteld en met name over vormgeving in relatie tot participatie en onafhankelijkheid. Hoe de staatssecretaris dat zag. En ik had nog een vraag gesteld over het meldpunt. Of er veel mensen zich melden en hoe de staatssecretaris denkt over een onafhankelijk meldpunt. Staatssecretaris. Ja, voorzitter. Nee, dat klopt. Mevrouw van Dijk had die vraag gesteld over de 6 bouwstenen. Ja, die stuk voor stuk respecteren we die. En als we straks met de brief in november komen, dan zullen we hetzelfde schema hanteren als in de brief van 24 juni. En dan laten we dus ook zien op het punt van participatie en onafhankelijkheid wat we daar doen. Ten aanzien van het meldpunt heb ik inderdaad wel al antwoord gegeven. 6000 mensen hebben zich daar gemeld, maar u vroeg een onafhankelijk meldpunt. Dit is een meldpunt bij de Belastingdienst. Voorzitter, dan heb ik ook even de vraag wat mevrouw Van Dijk daar dan precies mee bedoelt. Want zoals bekend is overigens ook de Nationale Ombudsman. Gelukkig weten ook veel belastingplichtigen daar de weg naar toe te vinden. Bedoelt ze dat er een nieuw meldpunt gevormd moet worden of kunnen we gewoon zo doorgaan zoals we nu doorgaan? Wat mij betreft het laatste. Mevrouw Inge Van Dijk. Nou ja, ik was inderdaad naar op zoek. Mensen die zich niet prettig voelen bij melden bij de Belastingdienst, hè, wat ik me kan voorstellen, wat is dan verstandig? Hè? U geeft aan van nou, ze weten de weg naar de ombudsman goed te vinden. Nou, daar ben ik blij om te horen. Ik wil gewoon voorkomen dat mensen zich niet melden, omdat ze misschien niet in de gaten hebben, hey, ik kan bij de ombudsman terecht, en zich niet prettig voelen bij de Belastingdienst. Dat is een beetje mijn zoektocht. Ik zou het fijn vinden, zeker op een gegeven moment dan zeggen we, dit is het, dit gaan we doen en we gaan niet meer verder onderzoeken. Dat moment gaan we een keer komen. Maar dan zou ik het wel fijn vinden dat mensen blijven nog wel een tijdje hun vinger op kunnen blijven steken op een plek waar zij zichzelf ook comfortabel voelen. Staatssecretaris. Ja, voorzitter. Kijk, ik denk juist dat meldpunt van de Belastingdienst is heel belangrijk, omdat ze daar de informatie ook kunnen krijgen. En ik denk dat, ja, ik ook hier gewoon wil toezeggen dat daar de Belastingdienst juist ook voor is. We zitten in burgersbedrijven, de basis op orde, de knelpunten. Wij hebben geen indicaties op dit moment, maar als we die wel krijgen, en dat zou dat toch een grote groep belastingplichtigen zich daar ongemakkelijk bij voelt, nou, dan zullen we inderdaad op die mogelijkheid van de Nationale Ombudsman wijzen, maar dan gaan we ons ook wel beraden, want dan is er iets aan de hand. Dank u wel. De heer Omtzigt. Er zijn een paar vragen blijven liggen. Eén, de toezegging dat er de komende jaren geen dossiers of wat voor informatie relevant aan de FSV vernietigd wordt. En twee, nou, we hebben het net over die correspondentie gehad. Dat hoor ik dan iets later, de correspondentie tussen de die de AP over de TSV stuurde met de Belastingdienst. Ik neem aan dat we die kunnen krijgen uiteindelijk. En uit het advies van de AP blijkt dat de aanbevelingen van de functionaris gegevensbescherming van de Belastingdienst met betrekking tot FSV niet zijn overgenomen.
Welke aanbeveling betrof dit en waarom zijn die niet opgevolgd? De staatssecretaris. Ja, voorzitter, wat die laatste twee vragen betreft, maar misschien dat ging even wat snel, heb ik daarnet de toezegging gedaan, maar daar heb ik wel goedkeuring ook van de autoriteit persoonsgegevens voor nodig. Om dat te delen met de Kamer. Dus dat is 2 en 3, want dat heeft ook met die communicatie te maken tussen de functionarisgegevens en de autoriteit persoonsgegevens. Maar ik heb daar zelf geen enkel probleem mee om dat met u te delen, maar ik wil dat wel even netjes afstemmen met de autoriteit persoonsgegevens. En ten aanzien van uw eerste vraag, voorzitter, dat betreft ja. Het antwoord is ja, dat zal gewoon opgeborgen blijven en dat zit ook, en dat is ook schriftelijk al beantwoord, in een digitale kluis. En zal dus niet vernietigd worden. Ja, tot slot, de heer, voorzitter, ik kom nog een keer terug op de digitale kluis, want het lukt me niet in de slotopmerking. Maar laat ik zo zeggen, uit de eerdere Kamerantwoorden bleek dat het daar wat moeilijk uitkomt als iemand wil weten wat er gebeurd is en dan kom je met die bewijslastproblemen terecht. Maar de reden waarom ik die tweede vraag stelde, kijk, dat je correspondentie met de AP niet onmiddellijk stuurt, maar het even navraagt, dat snap ik. Ook al denk ik dat die gewoon openbaar gemaakt mag worden. Maar als de AP zegt, er is een aanbeveling van de functionarisgegevensbescherming, dat is een interne persoon van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst, aan de Belastingdienst gedaan over TSV, over FSV, en die zijn niet overgenomen, ja, dan mag ik toch, dan natuurlijk, heeft de AP sowieso niks te zeggen of je dat meedeelt. Dat kun je gewoon meedelen aan de Kamer. Dat is geen enkel probleem. Dat zullen we u sturen. Dank u wel. Dan gaan we naar de heer Asserkan van Denk. En dan schors ik 5 minuten even en dan gaan we naar de tweede termijn. Ja, voorzitter, ook in het kader van efficiënt omgaan met tijd. En het scheelt mij misschien ook een tweetal moties. Begrijp ik me goed dat de staatssecretaris zegt, wij gaan nog ultieme poging doen om te kijken of we kunnen achterhalen met welke instanties de informatie is gedeeld. Ja, klopt. Meer dan dat we nu weten. En daar zijn we al mee bezig. En helder, dat scheelt. En hoeft hier niet in te dienen. Sorry. Nee, maar dat is helder. Ja. Dank. Ja. Als u daar volmondig behoefte niet in te dienen. Het tweede is, ik ben net zoals mevrouw Van Dijk zoekende naar, ja, dat meldpunt is mager aangekleed. En ik zou aan de staatssecretaris willen vragen of daar iets meer proactiviteit. Goed. Dat mag iets meer zijn dan, meld u het maar, dan kijken we er een keer naar. Als daar iets meer urgentie en iets meer menselijkheid en iets meer het verplaatsen in de gedupeerde vanuit kan gaan, dan scheelt mij dat ook weer een motie. Als de staatssecretaris dan wil kijken. Voorzitter, dat laatste begrijp ik gewoon heel goed. En zeker om de categorie die het hardst geraakt is. Dus daar moeten wij gewoon beter publiciteit aangeven in de verschillende communicatiemogelijkheden die we hebben. Ja, ik zal u ook berichten hoe we dat dan gaan doen. Dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen. De eerste termijn aan de kant van het kabinet. Ik schors de vergadering tot 9:50 en dan starten we met de tweede termijn aan de kant van de Kamer. Ik schors de vergadering tot 9:50.
Ik heropen de vergadering. Aan de orde is tweede termijn aan de kant van de Kamer. En ik geef als eerste het woord aan de heer Omtzigt. Dank u wel, voorzitter. En dank voor de antwoorden. Het blijft een lastig dossier. En ook hier worstel ik heel erg met de vraag of wij er goed aan doen dat de Belastingdienst diezelfde fouten gemaakt heeft, ze zelf te laten rechtzetten, zelf het onderzoek laten doen, zelf het meldpunt in te richten. En dat we iedere keer door een draadje te trekken met nieuwe informatie komen. Ik zie dat nog even aan en ik wacht even op de feiten, relaas en de tijdlijn, want we hebben nog een debat staan over de selectie aan de poort. Ik verwacht in die rapportage ook dat veranderd wordt hoe lang besluitenlijsten en relevante documenten van de Belastingdienst bewaard worden, hoe ondernemers geïnformeerd worden, een volledige tijdslijn en wat mij betreft moet de compensatie ook echt een wettelijke basis krijgen, zodat we per stuk kunnen bekijken of de juiste personen en ondernemingen gecompenseerd worden en niet. Niet via een beleidsbesluit, daar is het gewoon te groot voor. En ik wil graag dat er teruggekomen wordt op het toezicht op risicoselectie. Want er zou een toezichthouder komen op AI en dergelijke, maar hoe gaat dat nou werken in de praktijk? Voorzitter, nog één motie. De Kamer gehoord de beraadslaging verzoekt de regering zorg te dragen dat ook het delen van gegevens over ondernemingen, ondernemers en rechtspersonen die op zwarte lijsten staan of stonden, nader en volledig onderzocht wordt en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, meneer Omtzigt. En dan geef ik het woord aan de heer Asserkant van Denk. Voorzitter, dank aan de staatssecretaris voor de beantwoording. En ik zie ook dat de staatssecretaris worstelt met een gegeven dat er een dienst is geweest waar deze cultuur, dit gedrag is vertoond, dat hij ook graag dat wil verbeteren. Dat zal nog lastig worden. Ik ben blij met de toezegging dat er nogmaals goed wordt gekeken en de laatste poging wordt gedaan om te onderzoeken met welke instanties welke informatie is gedeeld, maar ook of dat daar dan ook vernietigd is, of dat daar niet kopieën van zijn blijven hangen. En ben ook blij met de toezegging, ook aan mevrouw Van Dijk, om te kijken of we iets proactiever mensen kunnen ondersteunen, de weg kunnen laten vinden, maar ook niet helemaal in de kou laten zitten en zeggen, toont u het maar aan. Voorzitter, ik heb wel twee korte moties. De Kamer gehoort de beraadslaging. Constateer dat de FSV niet de enige lijst van belastingplichtigen is die van de Belastingdienst heeft aangelegd, maar dat er tientallen of mogelijk honderden andere lijsten in gebruik zijn of geweest. Overwege dat deze lijsten vermoedelijk vergelijkbare bezwaren kleven op het gebied van de privacy en rechtsbescherming, verzoekt de regering ervoor zorg te dragen dat alle lijsten die niet voldoen aan de privacywetgeving worden opgespoord en buiten werking worden gesteld en gaan over tot de orde van de dag. En tot slot, voorzitter, de Kamer hoort de beraadslaging. Constateer dat 270.000 burgers op de FSV-lijsten stonden. Constateer dat er onderscheid is gemaakt op basis van subjectieve niet-fiscale criteria, waaronder voorkomen en persoonskenmerken. Constateer dat de autoriteit persoonsgegevens de Belastingdienst hiervoor een recordboete van 3,7 miljoen euro heeft opgelegd, omdat dit de grootste privacy-schending ooit was. Constateer dat de staatssecretaris dit zelf een zwarte bladzijde noemt, spreekt haar afkeuring uit over dit beleid en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, meneer Asserkant. En dan geef ik woord aan de heer Alkaya, SP. Voorzitter, dank u wel en dank aan de staatssecretaris voor het beantwoorden van onze vragen. Ik heb in mijn inbreng niet veel tijd besteed aan het verleden, hoe het is ontstaan. Ik constateer wel dat als een staatssecretaris spreekt over falend leiderschap, dat mijn vrees is dat het juist uit een succesvol leiderschap is geweest. Dat het bewust is geweest, zo bewust juist dat er helemaal nu geen niks meer terug te vinden is van de intentie op dat moment. En dat het ook heeft gewerkt tot het moment dat het aan het licht kwam, aan het licht werd gebracht door het goede werk van volksvertegenwoordigers. En die vrees van mij is niet ontkracht. En ik vrees dat dat ook niet ontkracht zal worden. En dat vind ik toch wel, dat blijft inderdaad een zwarte bladzijde in onze geschiedenis. En dat zal, falend leiderschap had ik voor getekend, laat ik het zo zeggen. Dan over het heden en de toekomst. Ik heb de toezegging van de staatssecretaris genoteerd dat er niets vernietigd zal worden, dat het in een digitale kluis komt. Dus daar ben ik blij mee en heb ik nog één motie.
De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering een ieder die in FSV geregistreerd stond persoonlijk op de hoogte te stellen van de tegemoetkomingsregeling en te onderzoeken hoe, waar nodig, juridische bijstand verleend kan worden aan kwetsbare groepen bij het aantonen van de geleden schade die materieel en immaterieel kan zijn, en gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel, meneer Alkaia. En dan geef ik woord aan mevrouw Inge van Dijk. Ook vanuit ons dank voor de antwoorden en de toezeggingen. Ik vind het niet fijn dat we dit debat met elkaar moeten voeren, want de aanleiding is natuurlijk gitzwart, zoals mijn voorganger ook al aangaf. Maar ik vind het wel goed dat we er in deze fase over spreken, omdat we aan de vooravond staan van oplossingen. En ik denk dat het goed is om onze bedenkingen en zorgen nu stevig mee te hebben gegeven, zodat ze ook verwerkt kunnen worden in de oplossingen. En ik vertrouw dan ook op dat gebeurt. En ik zie de brieven dan ook met veel belangstelling tegemoet. En ook wij hadden inderdaad iets voorbereid met betrekking tot het meldpunt. Maar collega Azarkan heeft dat vakkundig verwoorden tot een toezegging. Dus daar ben ik voor nu tevreden mee. Dank u wel. Dank u wel. En dan geef ik het woord aan de heer Romke de Jong. Die ziet af van zijn termijn. De heer Itzinga wel. VVD, gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zou het heel kort willen houden. Ik wil in de eerste plaats de staatssecretaris bedanken voor zijn beantwoording van alle vragen. Maar ik wil ook de collega's bedanken in de zaal, want ik vond het een moeilijk onderwerp, pijnlijk onderwerp. Maar ik denk dat we een goed inhoudelijk debat met elkaar hebben kunnen voeren op een hele respectvolle manier. We hebben gesproken over het verleden, over het heden en over de toekomst. Met name mooi vond ik de inhoudelijke, diepgaande discussie die we met elkaar hebben gehad over cultuur. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ik denk dat cultuur de basis is van gedrag van mensen in een organisatie. En het is goed te zien dat daar op dit moment binnen de Belastingdienst heel hard aan gewerkt wordt, zodat we hopelijk snel ook ons weer op een constructieve wijze, op een positieve wijze kunnen richten op de toekomst. En ik heb verder geen moties. Dank u wel. Dank u wel, meneer Itzinga. En dan geef ik het woord. De heer Nijboer ziet af van zijn tweede termijn. En dan geef ik woord aan mevrouw Kreuger van GroenLinks. Dank u wel, voorzitter. En een belangrijk debat wat we vanavond gevoerd hebben. Enerzijds over de erkenning van het institutioneel racisme. Het feit dat dit nog een lange weg is om dat echt aan te pakken binnen een organisatie. Cultuurverandering. Ik vond het mooi wat er gezegd werd over het falend leiderschap. En de vraag toch ook, wanneer is er sprake van falend leiderschap en wanneer is er sprake van actief gedogen en wegkijken? En wat zegt dat in een cultuur? Ik ben blij dat rond het delen van gegevens met derden dat er echt nog veel verder in gezocht wordt, zodat het ook duidelijk kan worden voor mensen die op die lijst stonden of ze schade hebben ondervonden. En ook hoe dat dan voor de rest wordt vormgegeven. Dus volgens mij is dit een debat wat daarin nog vervolgd wordt. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Kreuger. De staatssecretaris heeft aangegeven ongeveer 5 minuten nodig te hebben om zich voor te bereiden. Ik schors de vergadering tot circa 10:05.
Ik heropen de vergadering en ik geef het woord aan de staatssecretaris voor zijn tweede termijn. Ja, voorzitter. In de tweede termijn zou ik in willen gaan op nog twee onderwerpen. Eén, de gegevensdeling. Voor alle helderheid, ik informeer iedereen van wie gegevens zijn gedeeld, dat er gegevens zijn gedeeld, met wie en of er gevolgen waren bij andere organisaties. Tegelijkertijd ga ik dus door met het verdere onderzoek ten aanzien van die gegevensverstrekking aan derden. Voorzitter, ik moet mezelf enigszins corrigeren. Dat zeg ik tegen de heer Omtzigt, daar waar hij had gevraagd en ik in de eerste termijn korte antwoord had gegeven over of bedrijven geïnformeerd worden over een registratie. Hij gaf zelf al aan, als het bedrijven zijn die eenmanszaak zijn, volgens zijn dus geen rechtspersoonlijkheid hebben, dan concentreert zich dat natuurlijk bij natuurlijke personen. En die hebben al een informatiebrief ontvangen. Maar zijn vraag had natuurlijk met name betrekking op die andere categorie, de rechtspersonen, bijvoorbeeld een BV of een NV. En of ik van plan ben om die alsnog te gaan informeren, daar doet zich de moeilijkheid voor dat we praten over de periode 2012-2019... Bij rechtspersonen weet je natuurlijk niet de wisselingen in het bestuur, de aandeelhouders en dergelijke. Dus dat wordt voor ons toch wel veel ingewikkelder dan dat ik op het eerste gezicht had gedacht. Wat wij wel kunnen doen is natuurlijk dat als rechtspersonen vermoeden dat er bij hen ten onrechte iets fout is gegaan of dat een betalingsregeling is geweigerd. Of iets anders, ja, dan ook daar geldt dan weer natuurlijk bij het meldpunt. Het is dus te omvangrijk voor ons om dat op een goede manier te doen. Het zou een enorme krachtsinspanning vergen. Dus voorzitter, daar moet ik even een kleine excuus maken richting de heer Omtzigt, omdat ik eerste termijn daar niet het volledige antwoord heb gegeven. Dan de moties. De eerste motie van de heer Omtzigt, om die reden ook, ontraden wij die. De motie die de heer Azarkan heeft ingediend. Er staat geen ondertekening bij, maar het is inderdaad motie 2 van de heer Azarkan. Sorry. Motie 2. Die zouden wij orde op kamer willen geven. En dan motie 3. Daar ga ik helemaal niet over. Exact, dank u wel, voorzitter. Had ik ook zo begrepen. En dan de motie van de heer Alkaya, voorzitter. Ja, dat zijn terechte punten over de positie en de rechtsbescherming van de burger. Ik ga hier echt het nodige voor doen. Ik ga iedereen informeren over of zij een tegemoetkoming krijgen. En iedereen krijgt de kans aan te geven als zij denken wel een effect te hebben. Dan zal er direct contact mogelijk zijn met de Belastingdienst. Ik ga dit uitwerken in de brief van november. En op het punt van de juridische bijstand ben ik echt bereid om na te gaan wat er nodig en mogelijk is. En daarvoor zal ik ook in overleg treden met mijn collega, de minister voor rechtsbescherming. Deze motie kan ik derhalve oordeelkamer geven. Dank u wel. De heer Omtzigt. Voorzitter, ik heb gevraagd, ik vind het wel jammer, want dat betekent dat ik nieuwe Kamervragen ga stellen. Want ik hoopte wel dat ondernemingen allemaal geïnformeerd zouden worden. En dat het ingewikkeld is, dat snap ik. Dus ik zou graag in ieder geval horen wie wel en wie niet, zodat ik ook kan begrijpen wat er gedaan wordt. Maar ik vraag of er onderzoek gedaan kan worden naar het delen van de gegevens over ondernemingen, ondernemers en rechtspersonen die op de zwarte lijst stonden. Dat is toch heel logisch dat we niet alleen van natuurlijke personen willen weten wat er gebeurd is, maar ook van rechtspersonen. De staatssecretaris. Omdat als je een rechtspersoon op een zwarte lijst zet en die kan zich niet verdedigen, dan wil je toch weten of dat ook terechtgekomen is bij een gemeente of iets anders. En dat daar rechtsgevolgen uit gevolgd zijn. Dank u wel, de staatssecretaris. Ja, voorzitter, eerst het eerste punt van de heer Omtzigt.
Ik zeg toe dat wij in ieder geval een brief zullen maken. Hè, want nogmaals, ondernemingen zijn de vennootschappen onder firma, eenmanszaken, commanditaire vennootschappen, daar wel. Hè, daar zitten natuurlijke personen achter. En dan zullen we inderdaad de andere categorie, BV's, NV's, eventueel coöperatieve verenigingen, waarom dat dan niet kan, zullen we ook uitleggen. Maar we zullen alle informatie geven daar en dan, ja, dan moeten we dat, naar aanleiding daarvan zie ik wel of dat voldoende is. En ik moet heel eerlijk zeggen, de motie, zoals ik hem dan nu zie en ook met de uitleg van de heer Omtzigt, want hij is handgeschreven en het kopie is niet al te best, maar ja, verzoekt de regering zorg te dragen dat ook het delen van gegevens over ondernemingen, ondernemers en rechtspersonen die op de zwarte lijst staan, stonden, nader en volledig onderzocht wordt. Ja, precies. Nou, en dan kunnen we, hè, ook hier geldt weer het onderscheid. Voor de natuurlijke personen zal dat geen probleem zijn. Want ik heb er net ook al gezegd wat we met de gegevensverstrekking zullen doen bij natuurlijke personen. Alleen voor de rechtspersonen, dat overzicht, dat is lastig. Dus dat zullen we ook, dat kan ik ook nog eens een keer in de brief uitleggen. Dus ja, de helft van de motie wel, de andere helft niet. Dus ja, voorzitter. Uw appreciatie blijft hetzelfde. Ja. De heer Omtzigt. Nou, voorzitter, ik zou wel graag willen dat zo volledig mogelijk onderzocht wordt. Want het gaat om meer dan 50.000 ondernemers en rechtspersonen. Waarvan ik vermoed dat het overgrote deel overigens ZZP'ers en VOF'en zijn. En dat het aantal NV's op die lijst betrekkelijk klein zal zijn. Mijn NV is inderdaad ingewikkeld, maar NV's en coöperatieve vennootschappen, dat zijn natuurlijk in aantallen gewoon kleine aantallen in vergelijking met die anderen. Als die maar onderzocht worden, dan laten we de NV's even zitten en de coöperatieve verenigingen, dat snap ik. En dan zou ik het fijn vinden als het wel onderzocht wordt of die ook gedeeld zijn. Want als de zaken over je eenmanszaak gedeeld zijn, en dat is tot nu toe niet onderzocht, kunnen natuurlijk hele nare gevolgen van gehad hebben. En daar waren vandaag ook voorbeelden van op televisie van personen die er last van gehad hadden. De staatssecretaris heeft al toegezegd om een brief te sturen. Ja, maar erop in te gaan. Maar de heer, met deze precisering, want ik begrijp dat de heer Omtzigt, voorzitter, zegt dat. Ja. Nou, laten we even de categorie BV's en NV's buiten beschouwing. Ik heb al gezegd ten aanzien van de gegevensdeling wat betreft natuurlijke personen. Dan hebben we het over ondernemers, natuurlijke personen. Nou, daar geldt natuurlijk dan voor het antwoord wat ik net heb gegeven. Die gegevens zullen ook aan die ondernemers / natuurlijke personen verstrekt worden als er. Of die zullen gedeeld worden met die ondernemers, aan wie ze verstrekt zijn, waarom en of het gevolg heeft gehad. Dus dat ligt even in het verlengde van het antwoord wat ik al eerder heb gegeven. Dus wat mij betreft oordeel Kamer als de motie zo geïnterpreteerd wordt. Kijk even naar de heer Omtzigt of de motie zo geïnterpreteerd mag worden. Ja, en op het laatste kom ik verder terug. Maar de motie gaat dus niet alleen over het informeren, maar ook over het kijken of de gegevens gedeeld zijn. Ja, en daar heb ik al van gezegd. Ja.